Goedenavond. Welkom bij Studium Generale. Fijn dat u er allemaal weer bent. Vanavond een mooi onderwerp, observeren. Observeren kun je leren. Nou, je ziet het al achter mij. Kijk nou eens goed hoe je meer kunt zien door beter te kijken. Prachtig onderwerp. We hebben vanavond te gast professor Stefan van der Stichel. Hij is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit in Utrecht. En hij is hoofdonderzoeker van het Attention Lab. Attention Lab is een heel mooi laboratorium. Daar wordt heel gaaf onderzoek gedaan naar de aandacht van mensen. Dus mensen worden daar beplakt met breinscannertjes, om het maar even zo te zeggen, eye trackers. Ze moeten allerlei opdrachten doen waarbij ze de aandacht vast moeten houden. Ze worden vast ook heel veel afgeleid om te kijken hoe dat allemaal werkt. Nou goed, fantastisch onderzoek. Stefan van der Stichel schrijft daar natuurlijk wetenschappelijke publicaties over, maar ook populair wetenschappelijke boeken. Kom binnen, er is nog plek hier hoor. Neem een mooi plekje op de eerste rij. Ik noem er een aantal, hij heeft er een aantal meegenomen. U kunt na afloop boeken bij hem kopen, laten signeren ook nog. Dus dat is extra leuk. Even kijken, hier hebben we Zo werkt aandacht. Opvallen, kijken en zoeken in een wereld vol afleiding. Nou, erg nuttig. Concentratie, gefocust blijven in tijden van afleiding. Stefan is ook al een paar keer eerder bij ons te gast geweest bij Studium Generale. Toen vertelde hij over hoe je je goed kunt concentreren, wat natuurlijk een erg nuttige bezigheid is, zeker in deze tijd vol smartphones die piepen en afleiding. Nou, u kent dat allemaal wel. Deze boeken zijn eigenlijk een beetje samengevat in Grip op je aandacht. 49 tips voor meer concentratie en focus. Dus leuk om na afloop nog even naar de boeken te komen kijken. Vanavond observeren, dat heeft natuurlijk ook met aandacht, focus, concentratie te maken, dat komt samen. Stefan is op dit moment bezig om daar over die thematiek van het observeren een nieuw boek te schrijven. En de gedachtegang van dat nieuwe boek, die gaat hij vanavond op ons uit testen. Dus het is spannend voor hemzelf en voor ons. Een erg mooi onderwerp, nou ja, waarbij heel veel dingen samenkomen. Dus ik wil heel graag een warm applaus en de volle aandacht en focus voor Stefan van der Stichel. Ja, goedenavond. Het is een beetje spannend, want ik zie dat als een soort try-out. Wat mensen wel eens niet dat dit nou een kleine zaal is, maar ik heb hele gelikte presentaties over aandacht en concentratie. Maar die ontwikkelen zich alleen maar door het heel vaak te doen en te oefenen en te kijken hoe het valt. En heel vaak deed ik dat nadat ik het boek ging schrijven. En dan dacht ik, oh, dit had ik eigenlijk in het boek moeten zetten. En ik dacht, ik draai het een keer om. Dus ik heb een versie van dat boek. Maar ik denk dat dat nog beter gaat worden als ik dat een paar keer vertel en ook jullie met goede vragen komen. Dus het is een beetje oefenen en ik hoop dat jullie dat oké vinden, dat het niet enig stuk misschien wat gelikter loopt dan het andere stuk, zullen we maar zeggen. Oké, ik heb een beetje een probleem persoonlijk. Dat heb ik al jaren. Dat gaat over dat als dit soort puzzeltjes, die kennen jullie wel, waar is Wally en zo, ik ben daar heel erg slecht in. En als iemand naast me zit, die heeft Wally eigenlijk vrijwel direct gevonden. En ik zeg dan vaak van, ja, ik heb hem ook. En ik heb hem dan helemaal niet. En eigenlijk is dat best wel gek, want ik doe in mijn dagelijks functioneren niks anders dan onderzoek naar aandacht en naar concentratie. En ik ben daar zelf dus niet zo goed in dat kijken. En ik snap nooit zo goed waarom anderen dat dan wel zien en ik niet. En ik heb nog een probleem. Ik ben heel vaak met mijn werk bezig en ik zit dus heel vaak in mijn hoofd. En ik ben eigenlijk niet zo heel goed in aandacht geven aan de wereld om me heen. Dus dan loopt iemand naast me en die zegt, wow, dat vogeltje. En dan denk ik, oh ja, shit, dat heb ik gemist. Het is wel best wel gek. Eigenlijk zou ik veel meer zelf aandacht moeten geven aan de wereld om me heen, als je veel weet van aandacht. Nou, dat punt was ik een paar jaar geleden gekomen. En toen dacht ik ook, en ik zal heel veel redenen nog geven waarom dat soms goed is. Ik dacht, ik wil beter met mijn omgeving leren omgaan. En ik wil beter aandacht schenken aan de wereld om me heen. Niet aan de mensen om me heen, daar zat het op zich wel goed mee. Maar gewoon puur als je op de fiets zit. Gewoon eens kijken naar die wereld en wat is daar allemaal in te zien. En ik wilde dat zelf ook een beetje ervaren. Ik ben dus met allerlei experts gaan spreken op dit gebied. En een aantal van die experts, die zal ik jullie ook introduceren en vertellen wat zij mij verteld hebben over aandacht. Kijk, dit is een heel mooi plaatje en dit laat het wel een beetje zien. Er zit hier in dit, voor dit plaatje, en dat zal niet voor iedereen top te zien zijn, maar er zit een kat verstopt. En die kat die is er. Die is er nu op dit moment. U ziet hem allemaal, maar u heeft hem misschien nog niet opgemerkt. Wie heeft hem al opgemerkt? Nou, dat zijn er nog niet zoveel. Wat je nu aan het doen bent, is even een stukje introspectie. Je bent je aandacht aan het verplaatsen naar alle plekken. En op die plek ben je aandacht aan het richten.
En dan ben je alle kleuren en vormen die op die plekken zijn, ben je aan elkaar aan het binden. En dat vormt zich tot een object. Ik ga u helpen. Kat zit hier. Kijk. En ik mag u niet in de maling nemen. Die geloof me, die was er echt wel. Als u hem niet kunt zien, er is niks mis met uw ogen. Het kan net even de hoek zijn waarin u zit. Ik heb hem expres heel moeilijk gemaakt. Maar hier, dit is misschien toepasselijk. Er is hier een voetbal. Ja, die moet ik zelf ook altijd weer even zoeken. Nee, die kat weet ik wel. Ik heb de voetbal gevonden. Handen omhoog als u de voetbal gevonden heeft. Nog niet allemaal. Langzamerhand, de eerste handjes. Nou, u bent sneller dan ik. Ik heb waarschijnlijk weer, toen ik dit voor het eerst zag, weer een kwartier zitten staren. Hij zit, ik ben hem nu alweer kwijt. Hier zit de voetbal. Zie je? Ja. Oké, laatste nog eentje. Ja, hier zit volgens mij een hond tussen. En ik weet dat ik deze echt heel moeilijk vond toen ik hem voor het eerst zag. Nee, er zit een konijn. Ik heb de konijn. Ja, er zit een konijntje tussen. Ja, konijntje. Wordt het makkelijker, hè? U wordt nu scherper. Konijntje, konijntje, konijntje. Hier, twee oortjes. Zie je? Konijntje tussen twee oortjes. Het grappige hieraan is, deze informatie was er natuurlijk gewoon al de hele tijd. En waarom vind ik nou zo belangrijk om dat te benadrukken? Omdat aandacht dus bepaalt wat je meekrijgt van de wereld om je heen. Als je ergens geen aandacht aan geeft, is het er dus niet. En dat laten dit soort voorbeelden zo mooi zien. Het belang van aandacht. En we kijken naar de wereld om ons heen. En ik ga het vanavond eigenlijk alleen maar over het visuele hebben. Het kijken. Maar observeren is natuurlijk ook auditief. Het luisteren, het voelen, goed voelen. Nou, eigenlijk gelden alle regels daarvoor. Maar ik ben nu zelf eenmaal een waarnemingsonderzoeker. Dus voor mij gaat het allemaal om de visuele aandacht. Maar houdt u maar voor dat alle regels die ik u vanavond vertel ook gelden voor alle andere zintuigen. Waarom zou het belangrijk zijn om goed te observeren? Nou, in eerste instantie worden we natuurlijk gebombardeerd met een enorme hoeveelheid aan visuele informatie. En je zou dus kunnen zeggen dat alleen waar je aandacht voor hebt, pik je op uit de wereld om je heen, de rest negeer je. Alles wat geen aandacht heeft, wordt genegeerd. Alles wat u ooit geleerd heeft van Victor Mitz over onbewuste beïnvloeding, kunt u vergeten. En dat is heel grappig, er kennen miljoenen mensen kijken naar Victor Mitz. Die weten dat het een goochelaar is, die trucjes doet. En dan gaat hij het uitleggen en dan denken mensen, oh, dit klopt wel. Maar dat is natuurlijk ook deel van de truc. Hij komt een of ander verhaal van ik ben arts en ik weet hoe het werkt. En dit is allemaal, ik heb daar iets opgehangen. Kijk, het heeft u niet gezien, maar al heel lang was dit zo. En daarom heeft u nu gekozen voor die, dat is allemaal niet waar. Je kunt niet zomaar informatie ophangen en dan ervan uitgaan dat mensen dat zullen oppikken. En dat het mensen kan beïnvloeden. Dat verhaal over die Coca-Cola reclame kent u waarschijnlijk wel in de bioscoop. Dat mensen heel kort Coca-Cola te zien kregen. En dat ze daarna allemaal Coca-Cola gingen kopen. Dat is nooit gebeurd. Het hele experiment heeft niet plaatsgevonden. Is verzonnen. Nee, het is bizar. Het is gewoon fake news. Is ooit verzonnen door meneer Vickery. Die had een reclamebureau, dat liep niet goed. Die heeft toen dit verzonnen. Die heeft het letterlijk verzonnen. Is nooit geprobeerd, niet eens. Het is niet eens data gefaked. Het was er niet. Heeft er een boek over geschreven. Nou, zijn reclamebureau was gered. Maar mensen zijn dat gaan onthouden. En mensen maken zich zorgen over subliminale beïnvloeding. Dus onder de drempel van de waarneming. Is niet waar. En alles wat u daar geleerd heeft is waarschijnlijk niet correct. In de psychologie hebben wij nogal last van de replicatiecrisis. Hè? Dat heel vaak als wij een experiment nog een keer doen, dan komt het niet uit. Maar dit zijn van die klassieke experimenten die eigenlijk vaak niet lukken. Alleen als je mensen de aandacht hebt, dan kun je informatie overbrengen. Als u nu met uw gedachten ergens anders zit, ben ik kansloos. Ik kan praten wat ik wil, maar ik zal geen informatie kunnen overbrengen. Dus we moeten aandachtig zijn op de juiste informatie. We kunnen onze aandacht maar op één plek tegelijkertijd richten. En dat weten we wel, maar de manier waarop we het toepassen is misschien niet zo handig. We hebben dus weinig situational awareness, noemen we dat. Aandacht voor de wereld om je heen. En we weten ook dat veel verkeersongelukken veroorzaakt worden doordat mensen gewoon met hun aandacht ergens anders zijn. Dus mobiele telefoongebruik, piepjes, notificaties die je aandacht afleiden. En mensen denken, ja, dat kan wel even, maar nee, dat kan dus niet. Want je hebt je aandacht dan niet op de weg en dat zorgt voor allerlei gevaarlijke dingen. Gevaarlijke ongelukken die dus vaak geassocieerd worden met afleiding. Tweede reden waarom het goed is om goed leren te kijken, is dat heel veel mensen in de eigen bubbel zitten. En wat ik heb geleerd en wat ik me de laatste jaren steeds meer heb toch wel bewust van ben geworden, is dat je natuurlijk heel vaak informatie aangeboden krijgt die past bij jouw voorkeuren. He, dat weet Google en vooral YouTube en Facebook. Die bieden natuurlijk allemaal informatie aan die past in de informatie waar jij zit. Iedereen zit in zijn eigen zuil tegenwoordig. Jij krijgt informatie aangeboden die daarbij past. Ik denk ook dat de nieuwsbronnen die ik raadpleeg, dat die kloppen. Daar heb ik goede aanleiding voor om dat te denken. Maar ik heb wel geleerd dat er andere mensen zijn die andere informatie krijgen aangeboden en die denken dat dat klopt.
En dat kan heel goed werken om eens ook je eigen aannames te betwijfelen. En te denken, hey, heb ik eigenlijk wel gelijk? Klopt het wel met wat ik denk? Aandachtig. Niet zomaar alles klakkeloos aannemen. En goed leren observeren de informatie die wordt aangeboden. Ik zal er wat voorbeelden van geven zo. Kan goed helpen om ook je bronnen te checken. En dus ook uit je eigen bubbel te komen. Als je reflexmatig maar de hele tijd kijkt naar de informatie om je heen, neem je nooit echt de tijd om eens goed te kijken van, hey, wat voor foto is dat nu eigenlijk? Waar zit ik naar te kijken? Implicaties voor de samenleving heeft dat dus als tweede gevolg. En er zijn heel veel foto's bekend, zijn mooie van die websites, van die fact-checker websites. Zoals deze foto die gebruikt werd na een coronademonstratie. En werd heel hard gedeeld op Twitter en vooral natuurlijk op al die websites die heel visuele plaatjes delen. Van kijk eens hoe een coronademonstratie in de grond werd geslagen. Maar als je heel even kijkt, als je hem heel kort ziet, dan denk je, ja, kan wel kloppen. Oh, verschrikkelijk. Vooral als je denkt dat de politie je vijand is en dat de politie te hard optreedt, dan is dit een foto die natuurlijk perfect past bij die gedachte en je gaat eigenlijk alweer door. Maar heel even langer kijken en je ziet, hey, dit reclameborden, supporters, een veld, dit is gewoon voetbalgeweld. Dus de debunk websites gebruiken dit soort dingen. Ga gewoon kijken, dit was een Duitse finale uit 2016. Een voetbalfinale waarbij die helemaal uit de hand is gelopen en waar de politie heeft moeten optreden. De meeste van de foto's die voor demonstraties gebruikt worden, vanuit in de coronatijdperk, demonstraties tegen COVID, waren foto's die niet werden gebruikt tijdens COVID-demonstraties. Maar de Love Parade in Berlijn is bijvoorbeeld een voorbeeld waar heel veel mensen waren en die foto's werden gebruikt. En als je goed leert observeren, dan kun je dus dit soort foto's ook debunken. En vaak is het gewoon een kwestie van goed kijken en je eigen beweringen en je eigen implicaties bevragen. Ik denk dat het ook ontspannend is om te kijken naar de wereld om je heen. En dat weten heel veel mensen. Heel veel mensen hebben een kijkhobby. Er zijn mensen die gaan naar buiten en kijken naar vogeltjes. Die zijn op zoek naar paddenstoelen. Die kijken naar auto's die voorbij rijden. Heel veel hobby's hebben iets met visuele dingen te maken. Wie heeft er een hobby waarvan hij nu denkt, ja, als ik dat nu zo hoor, heb ik eigenlijk een kijkhobby. Wat is jouw kijkhobby? Vogels kijken. Vogels kijken. Wat is jouw kijkhobby? Architectuur kijken. Architectuur, wat is jouw kijkhobby? Schilderen. Schilderen, dus ook observeren. Heel goed. Heel veel mensen hebben inderdaad iets waarbij ze goed leren kijken. En waarom doen we dat? Omdat het ontspannend is. Ja, alleen zijn met je gedachten, dat zal ik later nog wel wat meer uitleggen. Dat kan best soms vervelend zijn. Dat weten we ook uit studies. Als ik de trein neem naar Groningen en mijn telefoon valt uit, dan raak ik bij Amersfoort een beetje in paniek. En ik denk, oh, nu heb ik niet en ik ben misschien snel vertrokken. Ik heb niks meer te doen. Het laatst gebeurde dat en toen ging ik in de trein rondlopen of de metro nog bestond. Zeg maar. Of ik ergens een krantje kon vinden om maar niet alleen te zijn met mijn gedachtes. Heel veel mensen kiezen daarom een reden om te gaan lopen, om naar buiten te gaan, om een hobby uit te voeren. Om niet in je hoofd te zitten, maar iets te doen wat met de buitenwereld te maken heeft. Vaak een fascinatie. Dus heel veel mensen ervaren het leren observeren als ontspannend. Dan moet je het wel heel erg leuk vinden. Je moet een fascinatie hebben voor het beeld. Daar kom ik later nog op terug. Oké, kun je observeren leren? Antwoord is ja. Ik heb een aantal voorbeelden meegenomen die misschien wat gek zijn, maar ik vind ze zelf wel heel interessant. Ik wil je namelijk voorstellen aan Arthur Lindgren. Arthur Lindgren die kon iets waanzinnigs. Ik ben zelf muziekfanaat, dus dit vind ik helemaal fantastisch. Want ik verzamel vinyl, dat is een beetje mijn kijkhobby misschien. Maar Arthur die kon een vinylplaat pakken. En dan was het middelpunt waar dus op stond wat het was afgeschermd. Die pakte hem en die zei, derde symfonie van Mozart, uitgevoerd door die componist. Puur alleen maar kijken naar de groeven. Want de groeven kun je namelijk informatie uithalen. Ik wist dat wel, maar ik wist niet dat je dat echt kon zien. Wat schijnt bijvoorbeeld dat hoe ver de groeven uit elkaar liggen, dit zijn dan dingen die ik moet gaan onthouden, want ik weet dat niet meer. Weet iemand dat, hoe ver het uit elkaar ligt, wat dat betekent? Ja, zware bassen volgens mij, want er ruimte gecreëerd moet worden. En dat bepaalt in ieder geval, er zijn alle regels voor die bepalen hoe diep die groeven zijn, maar ook hoe ze verdeeld zijn. En nou, natuurlijk ook, een bepaalde mate van rust ziet er ook dan weer anders uit. En als een plaat een A en een B kan, meerdere nummers op een plaat heeft, zit er vaak ook dus gewoon een diepere groef tussen die de grens tussen de nummertjes aangeeft. Hij is enorm getest, want mensen geloven dit natuurlijk niet. En zelfs allerlei de meest sceptische mensen
die dus, kennen jullie die Randy, die vroeger altijd al die goochelaar en al die mensen die, hij die bunkte al die mensen die zeiden dat ze allerlei buitennatuurlijke gaven hadden. Die heeft hem ook getest en hij kwam er doorheen. Hij zei, dat klopt, want hij is zelfs bij hij is op televisie geweest, er zijn hele mooie beelden van die wel te vinden zijn, waar hij dit in een immens tempo doet. Alleen klassieke muziek, daar was hij overigens goed in. En dus, dit heeft hij gewoon geleerd. Hij zei, ja, dat vond ik op een gegeven moment wel grappig. Ik ben dat gaan doen, ik ben dat gaan ontwikkelen als een soort hobby. En hij zei, dat kon ik eerst niet, maar ik heb dit geleerd. Ik heb leren observeren om goed naar vinylplaten te kijken. En wat nog een gekke voorbeeld, dat heeft te maken, er zijn wetenschappelijke studies over, is hoe je kunt achterhalen of een kuikje wat net geboren is, wat een jongen of een meisje is. Dat is namelijk belangrijk, omdat, ja, het klinkt een beetje erg, maar die jongen moet weg. Die leeft niet meer. Het meisje mag doorleven, want dat kan dan uiteindelijk eieren gaan produceren. Dus het is economisch gezien heel belangrijk om vrij snel te kunnen determineren, is de jongen of een meisje, anders moet je die jongen, dan moet je voeding geven. En dat kost geld. Ja, dat is een beetje een vervelend verhaal. Helemaal hoe ze dat dan doen. Moeten ze dus in een tempo doen, in een ongelooflijk tempo. Dus die komen, ik heb die beelden gezien, die kuikjes komen alleen maar voorbij. Ze staan gewoon continu te kijken van de jongen of een meisje. En ze kijken naar de cloaca, dus ze kijken naar de achterkant. En daar schijn je het aan te kunnen zien. En dit vereist uren, dagen training. Maar als je dit goed hebt, dan kun je veel geld mee verdienen. Als je dit goed kan. Hier ziet u wat voorbeelden van hoe je dat dan zou kunnen zien. Nou, je ziet het is vrij moeilijk te achterhalen. Het heeft dan volgens mij met de verenstructuur van de cloaca te maken. Nou, details moeten me even vergeven hoe dat precies zit. Want zo geïnteresseerd was ik er nou ook weer niet in. Maar ik vond het wel grappig dat je dit dus kunt leren. En zij gaan ervan uit dat iedereen dat kan leren. Heel belangrijk om hier te realiseren is, dat is een van mijn vragen, word je dan ook beter in andere dingen? Dus stel, je leert heel goed naar die vinylplaten kijken. Heb je daar überhaupt voordeel aan? Het antwoord is nee. Je kunt alleen maar observeren in de taak waar jij goed in bent. Dus als jij goed wordt in het kijken naar cloaca's van netgeboren kuikens, dan is het niet zo dat je naar de buitenwereld gaat dat je ook andere dingen heel goed kunt observeren. Het is heel erg domeingebonden. Dat was voor mij een belangrijke conclusie. Ik dacht echt, de radioloog, waar ik zo nog meer over ga vertellen. Zij is heel goed in het kijken naar de beelden, naar die scans. Maar als ze naar buiten gaat, dan ziet ze eigenlijk ook niet zo heel veel. Haar vriend neemt er vaak in de maling van hoe is het mogelijk dat jij de meest kleine tumor kan opmerken. Maar je weet niet waar je sleutels liggen. En je ziet niets liggen wat recht voor je neus ligt. Het antwoord ga ik geven waarom dat straks. Ga ik straks geven waarom dat zo is. Observeren kun je leren en heeft functie. We weten bijvoorbeeld dat in heel veel artsenopleidingen het kijken naar kunst een belangrijke rol speelt. En dat is wel interessant. En dat maakt gebruik naar visual thinking strategy. Ook dat komt straks nog even terug. En dat zit in de opleiding. Het is niet verplicht. Toen riep meteen, dat zou dan verplicht moeten worden. En dan zei degene die de cursus ontwikkelde, nee, dat moet niet verplicht zijn. Want mensen moeten het interessant vinden om naar kunst te kijken. En als je mensen gaat verplichten om naar het museum te gaan, dat heeft geen zin. Dus je moet een bepaalde fascinatie krijgen voor dat beeld. Een zin die we nog veel gaan terughoren. En dan werkt het. En dan zijn er studies die laten zien dat als artsen samen naar kunst hebben gekeken, onder begeleiding van iemand die dat goed kan begeleiden, zo'n gesprek, dat zij daarna betere diagnoses kunnen stellen dan artsen die dat extra vak, als niet verplicht is, niet hebben gevolgd. Dus dat is interessant. Het lijkt dan toch dat het leren observeren, kijken naar kunst, even zorgt dat je daar buiten ook beter leert observeren. Maar het is natuurlijk wel dat die kunstwerken vaak heel erg gerelateerd zijn aan medische zaken. Dus ja, dan gaan ze naar een kunstwerk kijken en dan gaan ze kijken, kijk, wat zie jij nou, wat zie ik? Nou, kijk eens goed naar het oogwit, kijk eens even naar de kleur van de huid. Dus het bewust worden dat je dus door goed observeren zaken kunt achterhalen. En kunst is natuurlijk heel geschikt, omdat er heel veel zaken in kunst te zien zijn, het vaak ook niet een directe reflectie van de werkelijkheid is. Dus dat laat zien dat er dus duidelijk meerwaarde is in het kijken naar kunst. Maar het kan ook denk ik ook andere zaken zijn. Maar kunst is heel geschikt omdat daar gewoon heel veel symbolische inhoud in zit. Oké, ik moet jullie eerst even ergens van overtuigen. En ik ben ervan overtuigd geraakt dat dat belangrijk is. Ik wil je namelijk overtuigen van het feit dat de waarneming die jij nu ervaart een illusie is die opgewekt wordt door je brein. En dat heb ik nodig omdat ik wil je gaan laten twijfelen aan je eigen waarneming. Dit is een mooie uitspraak. Our perception of the world is a fantasy that coincides with reality. Dus het is toevallig dat de perceptie van je wereld overeenkomt met de wereld om je heen.
Maar je hebt eigenlijk geen direct contact, fysiek contact met de wereld om je heen. Je kijkt naar een product van je brein en je kijkt niet naar de fysieke werkelijkheid. We weten niet hoe die fysieke werkelijkheid eruit ziet. Nou, Magritte wist er natuurlijk al, die wist al dat onze waarneming eigenlijk maar een soort hallucinatie is en die toevallig matcht. En dat is helemaal niet erg. Ik pak het glas op. Het glas werkt ook en ik neem een glas. Ik neem een slok, die waarneming werkt. Maar dat betekent niet dat het glas er in de fysieke werkelijkheid ook daadwerkelijk zo uitziet. Dus dat kan ik wel mooi demonstreren door dit filmpje te laten draaien als het werkt. Hoe werkt het dan? Of ik het niet doe, moet ik even de muis. Waar is de muis? Ja, daar is de muis. Gaat dit werkje het filmpje draaien? Nee, dit filmpje is niet helemaal meegekomen. Maakt niet uit. Kan ik heel goed uitleggen. Kijk, wat ik hier heb is, ik heb hier een blaadje van de wereld. En als u dat gaat bekijken, dan maakt u schokkerige oogbewegingen. Eigenlijk, het filmpje wat u zou krijgen als ik zeg, oké, ik ga een filmpje van jullie maken. Dat ga ik dan zo met mijn camera doen. En dan ga ik zeggen, wilt u dit filmpje zien? Dat is waarschijnlijk een antwoord, nee, dat wil ik niet zien. Want het is veel te schokkerig. Dat is eigenlijk wel wat uw visuele systeem ontvangt. Als u nadenkt dat u de hele tijd oogbewegingen maakt, dan krijg je dus maar een soort hele vage snapshots mee van de wereld om je heen. En u maakt daar één rustig groot beeld van. Nou, dat is dus eigenlijk al een enorme truc waarmee we zien dat je waarneming die je hebt helemaal niet is wat je ziet. Het wordt opgebouwd uit die snapshots van de oogbewegingen die u de hele tijd maakt. Dan hebben we ook nog eens een keer beperkte aandacht. Steek even hand op als u ziet wat er verandert. Hallo? Best wel groot hoor. Ik nog een keer doen, want hij stopt, hè, volgens mij. Even kijken, hoe doe ik dat? Ja, daar gaat hij weer. Oh, verandert niet niks meer. Ja, oh, ik heb hier wel dat ding. Ja, daar gaat hij weer. Dat is een heel grote verandering. Nog niemand. Hè, daar zijn de eerste, gelukkig. Oké, ja, die balk, zie je dat? Dus die werkelijkheid die is een stuk minder ruim. Dat heeft ook met kleur te maken. Kleur bestaat niet. Kleur noemen wij mentale verf. Dus het is natuurlijk alleen maar golven, lichtgolven in de buitenwereld, binnen een bepaalde frequentie. Dat is wat je wel kan detecteren en ons brein maakt daar een kleur van. Dat is het klassieke verhaal, mijn rood is niet jouw rood. We kijken allemaal naar hetzelfde, maar we maken daar iets anders van, misschien wel. Dat is natuurlijk de klassieke filosofische vraag, dat je eigenlijk helemaal niet weet. Die goudvis, je kan bijvoorbeeld infrarood waarnemen. Dus die is in dezelfde ruimte en ik ben heel tot het ding aan het klinken en die goudvis denkt, oh, irritant, heel tot die infraroodstraal die hier wordt. Maar die is er natuurlijk gewoon wel, de infraroodstraal die is er als ik uitzet. Maar u kunt hem niet waarnemen, ik ook niet. Die microgolven van de magnetron kunt u ook helemaal niet waarnemen. Maar die zijn er natuurlijk wel. Dus er is een hele beperkte band qua microgolven, lichtgolven, die wij kunnen waarnemen. Dus dat betekent al dat we maar een beperkt gedeelte van de wereld waarnemen, puur alleen maar qua kleur. En wat we daarvan waarnemen, nou, dat is dus al heel anders dan dat het daadwerkelijk is. Waarom is kleur er dan? Nou, dat is interessant, dat weet je natuurlijk niet. De waarom-vraag is altijd ingewikkeld in mijn vakgebied. Maar een van de theorieën is dat kleur ons kan helpen om te kijken of voeding rijp is. Of een appel een juiste kleur heeft en dat we daardoor dus kunnen inschatten of het eetbaar is. Dat zou de evolutionaire waarde van kleur zijn. Maar andere dieren hebben dus een hele andere frequentieruimte waarin ze kleuren kunnen waarnemen, omdat dat voor hen interessant was. Dan synesthesie. Is er iemand die synesthesie, die synestheet is, die dat van zichzelf weet? Synestheten zijn altijd wel 1 op de 100, dus ik denk daar zijn we ongeveer wel. Maar misschien als ik het uitgelegd heb dat mensen denken, hé, dat heb ik. Synesthesie zijn mensen die op het moment dat zij een letter of een cijfer zien, daar ook een kleur bij zien, die er eigenlijk helemaal niet is. Mensen die denken, oh, dat heb ik wel. Dat is wel grappig, als een college geeft van eerstejaars, die zijn 18, 19. Zodat iemand die zegt, hé, hebben andere mensen dat niet? Nee, dat hebben maar een beperkt aantal mensen. Dat maakt het ook wel interessant. Dat betekent dus dat zij dus een bepaalde andere associatie hebben. Dus 3 is dan rood en 5 is dan groen. Maar het verschil tussen synestheten, die hebben dan ook echt ruzie met elkaar. Nee, 3 is groen. Nee, 5 is rood. Het is heel grappig. Het is helemaal geen consistentie. We weten inmiddels uit hersenonderzoek wel hoe dat komt.
Ze hebben namelijk verbindingen tussen de kleurgebieden en de orthografische gebieden, dus die met letters en cijferverwerking te maken hebben. En die gebieden zijn sterker met elkaar verbonden dan bij mij. Dat betekent dus dat zij op het moment dat zij een cijfer of een letter zien, dat zij dus meteen ook daar dus een kleur bij zien, omdat die hersengebieden met elkaar verbonden zijn. Dus dat zijn de neurologische verklaringen over waarom dus iemand synesthesie heeft en een ander niet. Er zijn veel vormen. Je hebt mensen die met muziek kleuren ervaren. Zelfs een bepaalde smaak die ze in hun mond hebben, die ze met een kleur ervaren. Dus heb je allerlei crossmodale interacties. Dat betekent dus dat diegene die naast jou staat en naar hetzelfde letter of cijfer kijkt, de wereld op een andere manier waarneemt. Er zijn dus grote individuele verschillen. Dit zien wij ook in ons onderzoek. Als je, dit zoals je weet waarschijnlijk, de visuele gebieden zitten achter in het brein. Bijvoorbeeld ook de kleurgebieden. Als je precies een magnetische puls op de juiste plek afvuurt, dan gaan mensen dus ook kleuren ervaren die er helemaal niet zijn. Dus dan doe je pulsje aan, activeren ze het kleurgebied en dan zeggen ze, hé, wat blauw. Dat blauw is er dan helemaal niet. De kleur die ik nu ervaar is er ook niet, maar zij zien dan ook daadwerkelijk iets wat helemaal niet klopt met de buitenwereld. Oh, ze draait snel vanavond. Wie heeft haar nooit de andere kant op zien draaien? Ja, zij kan dus, we kijken allemaal naar hetzelfde plaatje, maar het interessante is, de helft ongeveer zien haar rechtsom zien draaien en de andere helft ziet haar linksom draaien. Het heeft niks met hersenhelften te maken, dat is allemaal onzin. We weten niet hoe dat komt, de ene keer zie je wat anders dan de andere keer. De enige manier waarop je er ooit, als je zegt van nou, ik heb er nog nooit de andere kant op zien draaien, dan moet je even doen alsof dat been aan de voorkant van de achterkant draait. Dat je als het ware er een andere interpretatie aan geeft. En voor mij wisselt hij dan vrij snel. Dan denk je, oh ja, nu gaat hij naar de andere kant op, wacht even. En vaak heb ik het niet eens door, hè? Zeggen mensen, nee, ik zie die niet draaien. En dan denk ik, nou, hou het nou eens bij. En dan denk je, oh ja, ze draait ineens de andere kant op. Ja, dat is grappig, ik hoor allemaal, oh ja's. Dus hij valt langzamerhand. Waarom laat ik dit zien? Nou, om ook wel te demonstreren dat we de wereld ook allemaal op een andere manier waarnemen. Dat je dus om moet gaan met die ruizige informatie. Kijk, deze auto's zijn allemaal even groot, toch? Jawel, het zijn ze wel. Kijk maar, ze zijn allemaal even groot. Alleen wij hebben geleerd dat informatie die verder weg is, veel kleiner op het netvlies wordt geprojecteerd. Dus we doen allemaal heel veel met die informatie. Hier zit helemaal geen beweging in. Dus die beweging die u nu ervaart, is opgewekt door je brein. En kijk, ontvangen je ogen niet. Je ogen ontvangen geen beweging. Dat is wat jij zelf aan het beeld toevoegt. Deze lijnen lopen hartstikke recht. Het is bijna moeilijk om het te zien. Ook al zie je het heel vaak. Zie je altijd nog, lijkt het nog steeds alsof die lijnen krom lopen. Maar dat doen ze niet. Ze lopen hartstikke recht. Als ik een lineaal zou leggen, dan zou je zien dat ze hartstikke recht lopen. Deze bolletjes zijn er niet. Kijk er maar eens, die zwarte bolletjes die u steeds verschijnen. Kijk maar eens naar één plek. Daar zal nooit een bolletje komen. Die komt altijd in de periferie, in de ooghoeken. Allemaal illusies, allemaal opgewekt door de manier waarop wij informatie in de wereld verwerken. Als je heel erg moe bent, dan zijn ze er niet, of wel? Dan worden ze een andere kleur. Dan veranderen ze van kleur. Ja. Iedereen die neemt de wereld op een andere manier waar. Deze vind ik nog steeds prachtig. Dit is mijn favoriete eigenlijk, omdat ik hem zelf ook nog steeds niet zo goed zie. Deze twee vakjes hebben dezelfde kleur. En denk je, nee, die pijlen staan verkeerd. Nee, die pijlen staan goed. Kijk maar. Nog een keer. Ik neem u niet in de maling. Wat ik hier doe, is ik haal de illusie van schaduw weg. We hebben namelijk geleerd dat dingen die in de schaduw liggen, eigenlijk lichter zijn. Omdat schaduw dingen donkerder maken. Dus dat neem je mee in je waarneming. Onbewust, hè? Dat doe je allemaal onbewust. Het is gewoon dingen die je continu ziet. Oh, schaduw, oké, dat zal in het echt dus wel een stuk lichter zijn dat ik het nu ervaar. Daarom ervaart u dit blokje lichter, omdat het dus in de schaduw zit. Maar in theorie, puur wat je op... En u heeft gelijk, hè? Laten we niet vergeten, u heeft gelijk. Dit is niet een truc, dit is niet een fout van je brein. Dit is superhandig. Dit is echt een hele goede oplossing. Maar als je puur kijkt naar wat de visuele stimulatie is, dan krijg je dit. Ik ga uw leven goed veranderen nu. Kijk naar dit plaatje. En dan, wat zie je dan? Als u hem al kent, even stil. Ja, toen ik hem voor het eerst zag, dit was ik weer zo slecht. En zo, ik dacht, ik zat te kijken. Ik denk, ja. Nou, vertel me maar weer wat de truc is. Want ik zit alweer 20 minuten staren. Ik heb meer te doen vandaag. En toen zag ik het plaatje. Toen zag ik namelijk dat er een sigaar uit de muur steekt. Kijk maar. En ik ga hem terugdraaien en u kunt het nu niet meer ontzien. Kijk maar.
Als u hem de volgende keer weer ziet, zal u direct... dat is die sigaar. En die steekt dan weer direct aan de muur, uit de muur. Dit hebben we in immens geheugen voor. Als ik over een paar jaar hier weer ben en ik laat zien... dan zie ik, dat was die sigaar die uit de muur stak. Dat is wel grappig. Dan. Ik ga eventjes een geluid laten horen. En dat ga ik horen. En dat geluid zal zijn Green Deal. Moeilijk te horen, een beetje raar geluid, toch? Green Needle. Oké. Doe ik er nog eentje en dan is het geluid, wat u hoort, is Brainstorm. Ja? Hetzelfde geluid. Ja. Dus dat is heel grappig. Je kan hem dus zelf de hele tijd omdraaien. Je kunt nu Green Needle horen. En nu Brainstorm. Ja, ik kan nu weer luisteren, ik vind het waanzinnig. Dus je kan dus heel erg zelf kiezen welke je kiest. Dus dat je even kunt. Neem maar voor om er eentje te horen. Doe je ogen maar dicht en daar is die. Nou, daar zullen wel verschillen in zitten natuurlijk. Als het bij u niet gebeurt, maakt u zich geen zorgen. Er zijn nou eenmaal verschillen waarin het gebeurt. Maar de ene is hier super ontvankelijk voor en de andere zit heel erg vast aan één interpretatie. Dus, conclusie, je hebt geen toegang tot de objectieve werkelijkheid. Ja, waarom moet ik dat nou zeggen? Omdat dit mij helpt. Als ik buiten ben en als ik me realiseer dat ik daarnaar kijk, dat stelt me ook dat ik naar een soort weergave, een soort hallucinatie van mijn brein kijk. Dat helpt me ook om te twijfelen aan de werkelijkheid en te twijfelen aan de perceptie om ons heen. En ik zal heel eerlijk zeggen, een paar maanden, heel eerlijk, het is helemaal niks vervelends aan, maar dit vind ik interessant om te bekennen voor het eerst voor het algemeen publiek. Ik heb een paar maanden geleden voor het eerst psychedelica gebruikt. En dat is heel gek, want ik heb nog nooit drugs gebruikt in mijn leven. Ik heb nog nooit een jointje aangeraakt. Nou, soms wel eens, tot mijn 35e dronk ik geen alcohol. Dus ik was daar een beetje bang voor, ik vond dat niks. Maar als hersenwetenschapper kom je op een gegeven moment toch achter dat je denkt, ja, die psychedelica, dat vind ik wel interessant. Ik heb het super gecontroleerd gedaan, onder begeleiding. Ik was helemaal alleen onder begeleiding. Het is geen partydruk, het is niet verslavend. Ik wil het ook niet nog een keer. Het is heftig genoeg, maar ik ben uren en uren weg geweest. En waarom wilde ik dat? Ik wilde weten wat mijn brein zou produceren als ik eigenlijk onder invloed was. En wat vooral het visuele, wat het me zou brengen. Nou, ik weet niet of dat wel eens ervaren heeft, maar dat is wel dé manier om te gaan twijfelen aan de werkelijkheid van de wereld om je heen. Want de werkelijkheden die je dan gepresenteerd krijgt, zijn wel echt heel erg interessant. En we weten nu ook dat dit soort middelen ook steeds meer gebruikt worden binnen de psychiatrie. De eerste studies naar de werking van psychedelica op depressie en allerlei verslavingen zijn zeer overtuigend. De eerste trials in ieder geval zien er nu positief uit. Dit wisten we natuurlijk al lang klaarblijkelijk in de jaren 50 en 60. Alleen is het toen misgegaan in de VS. U kent het verhaal. En langzamerhand komt dit steeds meer terug binnen de geneeskunde. En het is interessant en ik denk dat het ook wel toekomst in zich heeft. Ik heb het vooral ook willen ervaren om dit soort claims voor mezelf ook te kunnen onderbouwen. Ik ga u niet aanraden om dat allemaal te doen. Dit komt immers ook op YouTube, geloof ik. Dus ik moet er een beetje mee opletten. Maar het heeft waarde als je met dit soort vragen bezig bent. Daar ben ik inmiddels wel achter gekomen. Iedereen kijkt anders. Dus we kijken allemaal aan een andere versie van de wereld. Het heeft natuurlijk alles met die aandacht te maken. Dat is wat goochelaars doen. Die proberen je af te leiden. Een grotere verandering verhult een kleine verandering. En dat betekent dus ook dat je de aandacht kunt sturen. Ik liet dat net al een beetje zien met die Green Needle. Dat je dus als je iets wil zien, wil horen, dat kun je het ook uit de wereld halen. Wij gebruiken dat natuurlijk continu. Als ik u nu vraag om uw aandacht naar het rode te verleggen, dan ziet u alle rode informatie. Als ik nu vraag om uw aandacht naar het blauwe te verleggen, dan ziet u de blauwe informatie. De persoon naast u kan nog steeds met rood bezig zijn, dan zal dus andere informatie oppikken. U bent op een feestje. U bent verliefd op iemand, die heeft iets roods aan. Als er iemand binnenkomt met iets roods, direct gaat je aandacht daar automatisch naartoe. Je hebt honger, er komt een schaal met hapjes voorbij, je zit op de receptie. Je kan je aandacht niet meer bij het gesprek houden, want de hele tijd gaat je aandacht naar die bak met hapjes toe. Nou, dat heeft allemaal mee te maken dat je dus een versie van de wereld zelf kunt creëren. Je bent op zoek naar je boek, je weet dat je boek blauw is, dan gaat je aandacht automatisch naar het blauwe toe. Is je boek dan groen, dan heb je een probleem. We kunnen ook de aandacht heel klein maken of heel groot.
Dus je kan dit soort letters laten zien en afhankelijk van of je let op de lokale informatie of op de globale informatie, zie je een andere letter. En ik vind dat wel interessant, omdat mensen in het autistisch spectrum, daarvan wordt gezegd dat ze heel goed zijn in het detecteren van de lokale informatie. En dat mensen die niet in het spectrum zitten, wat meer een globale bias hebben, een globale neiging. Ik zeg dit, ik weet dat nog niet helemaal zeker. Het goede nieuws is, ik heb een mooie onderzoekssubsidie binnengehaald om dit aspect te gaan onderzoeken. Om te kijken of we inderdaad in de verschillen zijn in de mate waarin mensen standaard op details letten of standaard op de grootte. Ik denk namelijk dat die verschillen er wel zijn. Als ik van mezelf denk, ik heb je al een beetje uitgelegd, ik let vooral op het grote plaatje en details let ik niet zo op. Ik ben benieuwd of jullie uw intuïtie ook heeft. Wie zegt van zichzelf, ik ben wel echt een detailkijker. Ik ben goed in details opmerken en het grote plaatje ben ik wat minder goed in. Jij hebt een intuïtie daarover? Wie heeft een intuïtie over, ik ben meer een globale kijker, ik let wat minder op details. Oké, er zijn wel mensen die daar een bepaalde intuïtie voor hebben. Er zijn ook wel claims dat het te maken heeft met de cultuur waarin je opgroeit. Daar geloof ik niet zoveel van. Mensen die bijvoorbeeld in China opgroeien, zouden een andere bias hebben dan mensen die in een westerse samenleving opgroeien. Het zijn matige studies en ik wil daar eigenlijk wel meer over weten. Want het zou namelijk ook zo betekenen dat dat invloed heeft in je persoonlijkheid. Dat ik denk dat mijn persoonlijkheid ook wat meer op het grote plaatje gericht is. En wat minder op de details. Ik heb goede assistenten om me heen nodig, zullen we maar zeggen. Anders vallen dingen op de grond. Oké. Ik kan nu de helft van de zaal laten denken aan Alfred J. Kwak. En de andere helft van de zaal aan Bugs Bunny. Maak even een keuze. En dan laat ik dit plaatje zien. En de mensen die in Alfred J. Kwak denken, zien nu waarschijnlijk een eend. De mensen die in Bugs Bunny denken, die zien nu waarschijnlijk een konijn. U kunt ze allebei zien, maar niet tegelijkertijd. Dat is onmogelijk. Dus het is een switch in interpretatie. Deze vind ik heel leuk. Dit is die illusie, maar dan een drijf. Dit is hem in het echte leven. Dit is een drijvende konijn of zo. Nee, het is een eend die zijn hoofd zo naar achter heeft dat het lijkt op een konijn. We nemen de wereld allemaal op een andere manier waar. We hebben andere aannames. We zijn op een andere manier opgegroeid. En we hebben andere intenties, maar ook andere overtuigingen. Er waren mensen die echt dachten bij de inauguratie van Trump er meer mensen stonden dan bij de inauguratie van Obama. Misschien was het wel zo, misschien is dit mijn bubbel waarin ik zit, maar ik denk als we allemaal even goed observeren, dat je er wel uitkomt. Oké, hoe leer je observeren? Nou, er zijn een aantal regels voor. Het belangrijkste wat ik geleerd heb in mijn zoektocht naar goed observeren, is dat het concentratie is. Een taak vasthouden is vereist concentratie en observeren is iets wat je actief moet doen, anders is het weg. Dus als je ogen open doet, is je default niet om te gaan goed aandachtig te kijken. Heel vaak doen wij dingen op de automatische piloot. Als je dagelijkse fietstochtje maakt, dan is het waarschijnlijk niet dat je kijkt naar de vogels of kijkt naar de lucht of kijkt naar de wolken. Je bent gewoon bezig met je interne proces. Als je vogels kijkt, dan moet je dat actief proberen vast te houden. Het is een knop die je aanzet. En heel veel mensen die me hierover vertellen, die zeggen, ja, het is een stand, het is een kijkstand waarin ik sta. En ik moet mezelf dus ook vragen, oké, ik ga nu dat doen en dan lukt het ook. Op het moment dat je dat niet doet, dan is het er ook niet. Dus de radiologe, die zet zichzelf klaar, die is klaar om een periode te gaan observeren. En dat doe ik dus best wel vaak. Als ik nu op de fiets zit, dan neem ik mezelf ook wel eens voor. Oké, ik ga vandaag letten op dit. Of ik ga vandaag letten op dat. Dat is interessant, want zo kan ik van mijn fietstocht elke keer een andere tocht maken. Ik neem elke keer een andere versie van de wereld waar. Afhankelijk van waar ik me nu voorneem om mijn aandacht op te gaan richten. En als je wil weten hoe concentratie werkt, dan is het belangrijk om te weten hoe het werkgeheugen functioneert. Het werkgeheugen is het gedeelte van ons brein wat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van complexe taken. En aandachtig kijken is er daar één van. Maar ook dingen zoals praten, redeneren, luisteren, rekenen. Allemaal dingen die niet vanzelf gaan. Dat is een knop die je omzet. Nu ga ik lezen. En observeren is er dus hetzelfde van. Ik ga nu observeren. En dat stelt me wel gerust. En dat betekent dat het in principe iedereen het kan leren als je maar gewoon die knop weet aan te zetten. Het werkgeheugen is fragiel. Er hoeft natuurlijk maar iets te gebeuren en uw aandacht is weg. De concentratie is verbroken. En u kunt het werkgeheugen dan ook vergelijken met een soort werkbank waar gereedschap op ligt voor het uitvoeren van een bepaalde taak. En als je dus iets anders gaat doen, dan moet je die gereedschap eraf halen en er moet nieuw gereedschap op. Dat kost dus altijd tijd. En die tijd noemt de wisselkosten. En
afleiding kan er dus voor zorgen dat het verregeugen wordt leeggemaakt. Dus je bent een vogeltje aan het observeren, je bent op zoek naar die paddenstoel die je al zo graag wil zien. En je telefoon gaat af, dan stop je dus automatisch met observeren en is er ook wel kans dat je dus niet meer teruggaat. Met dat ik me voorneem om naar vogels te kijken op de fietstocht en vervolgens moet ik stoppen voor een stoplicht en het is een ingewikkelde situatie. Dan stop ik daar dus ook met observeren. En dan is de grote kans dat ik mijn taak dus ook niet meer oppak. Of ik moet het mezelf weer actief voornemen. Daar gaan we weer. Het is een bewuste keuze om dit te gaan doen. En u kunt die keuze dus ook maken. Dus dat kan niet multitaskend. Je kunt niet en observeren en aandachtig met het verkeer bezig zijn. Je kunt niet en observeren en een goed telefoongesprek voeren. Op het moment dat je in die vogeltjes aan het kijken bent en je wordt gebeld, dan stopt het observatieproces bij default. Dat kan niet tegelijkertijd. Daar ben ik wel van overtuigd geraakt. Het goed observeren is een taak, vereist concentratie en dus ook training. Iets wat je gewoon moet leren om te doen. Dat weet ik omdat ik op bezoek ging bij de luchtverkeersleiding. En waarom de luchtverkeersleiding? Omdat dat volgens mij het allermoeilijkste werk is in Nederland als we het hebben over concentratie. Ze hebben me uitgelegd wat de jongens en meisjes moeten doen. Het is bizar. Ze doen het dus ook maar 2 keer 2 uur per dag en dan mogen ze naar huis. En dan zijn ze op. Dan is de concentratie gewoon helemaal leeg. En ze moeten elkaar dus ook scherp houden op concentratie. En een van de dingen die ik aan hen vroeg is, hoe, als het nou gewoon niet gaat, wat doe je dan? Dan zeggen ze, nou, we hebben hier het concept fit to work. Je komt naar je werk en je bent er. Maar je mag 's ochtends dus ook bellen, ik kom niet. Lukt me vandaag gewoon niet. Ik heb zorgen, ik voel me niet helemaal top. Ik heb slecht geslapen omdat ik een 3-ling heb gekregen. Oké, prima. Maar als je komt, dan ben je er. Dan ben je on the job. En dat vereist dus het ook van je dat je er bent. Dat vond ik wel interessant, want we moeten op je kunnen rekenen. Dus het is echt het concept van fit to work. Spreek elkaar gewoon hierop aan. En als ze vakantie hebben gehad, ik vroeg me af, stel je hebt 3 weken vakantie gehad, wel verdiend, je komt terug, begin je dan weer met de moeilijkste dienst? Het antwoord is nee. Begin maar even rustig. Want zij weten ook wel dat die concentratiespier, die moeten weer een beetje opladen. Toen met COVID het luchtruim rustig werd, hadden zij een makkelijke taak. Toen ging het luchtruim weer open, toen waren ze een beetje zenuwachtig. Kan ik het nog wel? Ze komen weer, die vliegtuigen. Dus het laat wel zien dat concentratie, dat goed observeren, wat zij dus als allerbeste moeten doen, denk ik, is ook wel meer, maar observeren is denk ik een belangrijk onderdeel daarvan, is iets wat je dus kunt kwijtraken en iets wat uitermate veel concentratie vereist. En zij gebruiken daar de cirkels van aandacht. Het is geen wetenschappelijke theorie. Het is gewoon iets wat zij ontwikkeld hebben, wat afkomstig is uit de sportpsychologie. En ik herkende het wel, en ik denk dat ik het ook wel wetenschappelijk kan maken, maar kan bijvoorbeeld geen breingebieden aan koppelen of zo. Maar zij leren in de opleiding dus om je bewust te zijn van waar je aandacht zit. Eigenlijk, ik ben een tennisser, dus ik ga het aan de hand daarvan uitleggen. Eigenlijk wil je altijd hier zijn, in eerste cirkel. Echter, dat lukt je niet altijd. Er zijn ook wel eens directe afleidingen. Dat is de tweede cirkel. Maar die directe afleidingen die hebben nog wel nut. Dat is bijvoorbeeld, mijn veet zit er los. Moet ik straks even doen. Of de wind begint te draaien. Oh, dan moet ik mijn spel aanpassen. Oké, en nu weer terug naar cirkel 1. Dus die cirkel 2 heeft nog wel nut. Nu komen de cirkels waar je wat minder aan hebt. Cirkel 3. Wat ik eigenlijk zou moeten kunnen. Mijn backhand loopt niet. Gisteren ging het hartstikke lekker. Ik snap echt niet, wat is er nou ineens met die backhand van mij aan de hand? Vorige week stop backhand. Oh jee, daar krijgen we eens een. Je hoofd gaat weg, je slaat geen backhand meer. Dus wat ik eigenlijk zou moeten kunnen, is wel grappig als ik met een maat van mijn tennis en hij staat lekker te serveren, gaan wisselen van banen af, dan zeg ik zo, jouw service loopt goed. Klaar. Zo heerlijk. Precies, er komt geen bal over het net meer. Dan denk ik, ja, dat is goed eigenlijk. Het hele lijf gelijk eigenlijk. Klaar. Cirkel 4, dat is ook met tennis verschrikkelijk. 15:30. Oh jee, daar ga ik al. Ja hoor, sta ik weer te serveren. 15:30. Dus je bent bezig met, ik ben aan het winnen of aan het verliezen. Heeft geen zin. Cirkel 5 is nog erger. Zo, ik heb vorig jaar het toernooi gewonnen. Als ik nu verlies, dan verlies ik allerlei punten. Bla, 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 bla. Dus wat zeg ik tegen mijn vrienden dat ik van hem verloren heb? Hoe leg ik dit nou uit? Daar ben ik heel vaak mee bezig. Ja, ik voelde me niet lekker. Ik had slecht geslapen. Ik ben allemaal redenen aan het verzinnen die ik straks ga vertellen waarom ik die wedstrijd verloren heb. Onzin. En nog erger, wat doe ik überhaupt hier? Cirkel 6. Sta je op de baan en je bent... Wat sta ik hier nou eigenlijk te doen? Nou, die luchtverkeersleiding is daar natuurlijk continu mee bezig om ervoor te zorgen dat ze bij zichzelf detecteren van waar zit ik? En ze spreken elkaar er ook op aan. Waar ben jij? Je moet dus eigenlijk zorgen dat je altijd terugkeert naar cirkel 1. Dat is volgens mij de reden dat Nadal
altijd zo bezig is met die spulletjes en met die routinetjes, als die gaat zitten, dat minuutje op de bank, is natuurlijk dat je heel erg gaat dwalen naar dit soort dingen. Maar als hij zichzelf een taak geeft, dan zorgt hij eigenlijk dat hij altijd in zone 1 zit. Dus als u een presentatie moet geven of u moet iets een boek lezen en je merkt dat je gedachten beginnen te dwalen, dan kun je die cirkels van aandacht gebruiken om weer terug te keren naar de cirkels. En mindfulness, als je het wel eens gedaan heeft, is een hele mooie training daarvoor. Omdat je heel erg bewust wordt van welke cirkel je zit. Je wordt bewust van het interne stemmetje in je hoofd. En het laatste stelt je dan weer staat om in terug te keren naar het werk waar je nou precies mee bezig was. Dus maak je hoofd leeg. Zorg dat je niets anders in je hoofd hebt dan de taak die je uit moet voeren. En mensen die dus goed observeren bij de luchtverkeersleiding en bij andere beroepen, zorgen hier ook voor dat ze dus zonder zorgen idealiter aan de taak gaan beginnen. Ontwijk de tunnel. Heel vaak zit je in een tunnel. En hiervoor sprak ik met Hans Aarsman. En die vind ik geweldig. Die kent u van de Volkskrant. En is misschien al aan iemand aan wie u dacht. Van dat is nou iemand die ontzettend goed kan observeren. Nou, geweldige gast. Ik heb een uurtje of twee met hem mogen spreken. En wat kan hij nou zo goed? Hij is heel goed in staat om naar een persfoto te kijken. En hij houdt van persfoto's. Want die zijn niet geïnterpreteerd. Het is gewoon een grove, ruwe foto. Dus niet de geïnterpreteerde foto van een fotograaf. Want daar zit al een interpretatie achter. Hij was vroeger heel kunstzinnig fotograaf, maar hij heeft dat weggezet. Hij wil alleen nog maar naar ruwe nieuwsfoto's kijken. En wat is het voordeel van een foto? Is je kunt de werkelijkheid even stilzetten. En dat kunt u niet, behalve door een foto te maken. Het is jammer dat we niet een soort functie hebben kunnen zeggen, clip. En dat je dan eens even goed naar een zaken kunt kijken. Want de wereld verandert en we hebben behalve een matig visueel geheugen, dat is niet zo goed, hebben we eigenlijk alleen maar foto's om dat mogelijk te maken. En dit vind ik een prachtig voorbeeld. Hoe hij naar deze foto kijkt, waar u misschien al een interpretatie van hebt, maar hij maakt hier het volgende van. Die is niet gaan protesteren in dat kokerrokje van de Rennie zwarte nylons. Ze ziet eruit als een stewardess. Haar jasje is uitgetrokken, haar blouse opengeknoopt. Ze is in ademnood. Er vliegen heel wat maatschappijen op de luchthaven van Caracas, maar geen één heeft stewardessen met geel-blauwe uniformen. Wel eens in het centrum van Caracas een school voor het opleiden van cabinepersoneel, de Escuela Superior de Aeronautica. Alle leerlingen daar lopen in geel blouse en blauwe rok. Afdankertjes waarschijnlijk van de lokale luchtvaartmaatschappij Acerca Airlines, waar tot voor kort iedereen in geel-blauw liep. Inmiddels in rood-wit. Dus ze is geen stewardess, nog niet. Een grote rolkoffer heeft ze niet bij zich, alleen een schooltas. Haar hoofd is erop gelegd. Op haar horloge is het 4:30. Dat kan kloppen, haar school gaat uit om 4:00. Op weg naar huis is ze in een demonstratie beland. Kon ook moeilijk anders, op alle grote verbindingswegen in het centrum is het raak. Activisten van de oppositie lopen in hetzelfde geel-blauw als zij. Zou de politie daarom een traangasgranaat in haar richting hebben geschoten? Links tussen de benen van de omstanders is een gele stoeprand. Ze ligt op het wegdek, op de voorgrond een open rioolput. Daar is ze in een wolk traangas in elkaar gezakt, met haar knieën op het asfalt, vandaar de ladders in haar nylons. Voor hetzelfde geld was ze in de put gevallen. Er zitten geen zware dingen in de plastic zak, anders had de man die zijn hand zo zorgzaam achter haar hoofd houdt, de zak niet bovenop haar arm gelegd. Medicijnen zou kunnen, medicijnen zijn licht, maar er is een gillend gebrek aan medicijnen in Venezuela. Een van de vele redenen dat de bevolking in opstand komt. Toch is ergens een inhaler vandaan getoverd. De vrouw die naast haar knielt heeft hem vast. Is hij alweer leeg dat ze er zo wanhopig mee zwaait? Dat verdomde traangas ook. Zogenaamd onschuldig. Je wordt tijdelijk uitgeschakeld. Maar ik vertrouw het voor geen zint. Waanzinnig hoe hij die foto enorm veel. Dat kost hem ook uren en uren. Hij moet hier natuurlijk ook wel de concentratie hebben om dit te doen. Maar ik vraag hem ook, hoe doe je dit? En hij zegt, nou, ik test elke keer mijn hypotheses. Hij associeert zich heel erg met Sherlock Holmes. Dat is een van zijn grote helden. Die boeken leest hij heel graag. Als ik naar een foto kijk, ik neem een interpretatie. Ik zoom in en uit. Dus het is niet alleen maar op kijken naar details, maar hij zoomt ook uit. Klopt het wel? Hij ondervraagt zijn waarneming en gaat weer terug naar de foto. Hij doet het in zijn eentje. Hij vindt het verschrikkelijk als hij een brief krijgt van een lezer die zegt, kijk, je hebt dit detail gemist. Shit, heb ik toch weer in die tunnel gezeten? Heb ik toch weer getunneld, noemt hij dat. Dus hij probeert dus die foto dus echt helemaal te destilleren en er helemaal ervoor te zorgen dat hij dus die foto helemaal goed kan bekijken. Hij wil ook geen deadlines. Hij wil ruim voor de deadline klaar zijn.
Want hij neemt de tijd om die foto goed te observeren. Ja, ik kan hiervan genieten, want ik weet zeker dat ik hier niet vaak niet het geduld voor heb. Dat ik vastzit in een interpretatie. Maar hij bevraagt dus als een soort Sherlock Holmes zijn eigen waarneming continu. Hij wordt nu ook gevraagd voor cold case teams, omdat hij niet alleen dit soort vragen dus toe weet te passen op foto's, maar dat hij dus geleerd heeft van die foto's dat je dus je eigen waarneming, je eigen interpretaties moet blijven bevragen. En daar is hij dus heel succesvol mee. Dus neem de tijd, dat is een hele belangrijke. Ik sprak met Wieteke van Zijl, aan wie u misschien ook al gedacht heeft. Ik wilde haar ook spreken en ik heb haar mogen spreken, omdat zij heel goed naar kunst kan kijken. En zij daar ongelooflijk goed details uit kan halen. De boeken van haar zijn fantastisch. Zij kijkt naar schilderijen of andere kunstwerken en weet daar hele mooie details uit te halen. Hoe doet zij dat? Nou, ze zegt, als ik naar een expositie ga, koop ik alvast het boek van de expositie, van tevoren. En zij leest zich alvast in en zij stelt zich voor om 3 kunstwerken te gaan bekijken. Ook al in het Louvre, waar ze ook naartoe gaat. 3. Ik heb maar beperkte tijd en ik weet als ik goed wil observeren, dan moet ik er dus maar 3 uitkiezen. Dus zij negeert de rest en zij besteedt dus haar tijd aan 3 kunstwerken. En heel veel van ons, net zoals ik, als we naar een museum gaan, kijken we vrij vluchtig. En zij neemt dus echt de tijd, want pas dan kun je door alle fases van de waarneming heen. We weten namelijk dat er verschillende type fases zijn in onze aandacht. We hebben namelijk iets als goal-directed attention en je hebt stimulus-driven attention. En als wij een plaatje zien, zien we dus eerst alleen maar aandacht die door de stimulus wordt opgewekt. Dus we zien afwijkende kleuren, we zien opvallende gezichten. Dat is voor ons allemaal hetzelfde. Dat zijn die reflexen die je allemaal hebt als je naar een foto kijkt. Maar die tweede fase, die komt iets later. En dat is de goal-directed attention, dus de aandacht die je hebt, die vragen die je stelt aan je waarneming. Als je maar kort naar een schilderij kijkt, zie je allemaal een beetje hetzelfde. Oh ja, opvallend, opvallend dit, opvallend dat. Maar als je langer kijkt, dan pas kom je in de individuele verschillen terecht. En ook dan pas heb je de tijd om daadwerkelijk op details te gaan letten. Want die details die zitten pas vast in die latere fase. Dus je moet eigenlijk door die twee fases heen om een kunstwerk of iets in de buitenwereld goed te kunnen observeren. Kijk samen. Dit leerde ik van de radioloog. Zij hebben een heilig uurtje, elke dinsdagmiddag om 4 uur, waarbij ze met z'n allen naar scans kijken. En dan leren ze dus hardop van elkaar, wat zie jij en wat zie ik? En samen kijken ze dan, hè, en er zijn natuurlijk wat ervaren profs die dan ook hardop zien wat zij zien. En dat is dan wat ze eigenlijk meekijken. Dit is wat ze leren door te kijken, wat zie jij en wat zie ik? Leren autorijden is grotendeels leren kijken. We weten ook dat als je de oogbewegingen ziet van iemand die auto rijdt, daarnaar kijken alleen al, dat helpt al in je autorijden. Dat je weet, oh, dan kijkt hij daar, en dan kijkt hij daar, en dan kijkt hij daar. Heel vaak, dat is wat natuurlijk een rijschoolleraar met je doet. Je kijkt nu daar, en nu daar, en nu daar. Dus het leren observeren doe je vaak samen. Een vriend van mij die is acteur, amateuracteur. En met hem vind ik heel grappig, als ik met hem op het terrasje zit, dan vraagt hij me ook altijd, stel naast ons. Wat zijn die? Vertel. En dan moeten we kijken, dat is een spelletje wat ze vaak doen in de toneelwereld. Oké, volgens mij zijn het broer en zus. En zo, weet je, het mag niet te gek worden. Je moet wel degene hebben waarvan je zegt, oké, dat verhaal zou het beste kunnen kloppen. Dus mensen kijken is voor veel mensen ook een hobby. Hè? Misschien dat u dacht bij een kijkhobby. Dat is in mijn geval mensen kijken. Lekker op het terrasje, lekker observeren, kijken. Wat gebeurt daar, wat gebeurt daar? Dat is ook een hele ontspannende activiteit. Kijken naar kunst samen is dus ook een goeie. Dit is die visual thinking strategies, wat dus in die kunstopleidingen gebruikt wordt in de medische wereld. Stellen ze elkaar een vrij simpele vragen. Open je de discussie en je zegt, wat is er te zien? What's going on hier in dit plaatje? En dan ga je gewoon omschrijven op een vrij objectieve manier. Dus ik zie dit en ik zie dat. Je gaat nog niet interpreteren. En vervolgens ga je dus wel zeggen, oké, ga maar interpreteren, die tweede fase. En dan, wat zie je precies in dat plaatje, wat dat denkt, waardoor jij denkt dat dat daadwerkelijk aan de hand is. Dus dat is de tweede fase die je dan moet faciliteren als je met z'n allen naar kunst kijkt. En in de derde fase ga je weer door, wat is er nog meer te vinden? Dus je gaat door die meerdere fases heen, eerst objectief beschrijven, dan zeggen, waar haal je dat bewijs dan vandaan? Waarom denk jij dat dit een stewardess is en niet een demonstrante? Stel je elkaar de vraag en dan denk je, dan wat is er nog meer allemaal te vinden? Nou, dat zijn dus heel simpele visual thinking strategies, een soort opleiding die je ervoor kan doen. En dat is dus een teaching method waarin je dus kunt leren om te leren analyseren en te leren naar kijken naar de wereld om je heen.
Wat ik fascinerend vond aan de radioloog is dat ze mij vertelde dus dat zij het leukste van haar werk vindt, nog steeds na al die jaren, is naar die scans te kijken. Zij, ik kan me er nog steeds zo op verheugen. En toen gebruikte zij de term, ik heb nog steeds een fascinatie voor het beeld. En toen dacht ik, ah, dit snap ik. Want ik vertelde het over de vogeltjes. Maar ik moet eerlijk zijn, ik ben niet super geïnteresseerd in vogeltjes. Dus ik kan mezelf wel voornemen om heel lang naar vogeltjes te gaan kijken. Maar na een kwartiertje denk ik dat ik alweer ergens anders ben. Er zijn dingen waar ik wel heel graag naar kijk. Dus, nou, ik kan heel lang. Ik ben nog vinyl, dus geef mij een platenbeurs en ik ben een paar uur bezig, zullen we maar zeggen. Door al die platen heen te gaan. Ik kijk graag naar kunst. Maar natuur, ja, allemaal oké. Ik ben niet anti-natuur of zo. Maar de vogelliefhebber kan waarschijnlijk uren naar vogels kijken. En vindt dat, blijft een fascinatie voor dat beeld hebben. Dus zij is gemotiveerd om te blijven observeren. Dat is overigens niet zij, dat is een stokfoto. Maar zij is gefascineerd om te blijven kijken, omdat ze een fascinatie houdt voor dat beeld. Ze gaat naar buiten, ze ziet helemaal niks meer. Ze ziet geen vogel, ze ziet heel erg weinig. Maar puur omdat ze dat zo mooi vindt, dat is waar zij dus een kijkhobby voor creëert, zullen we maar zeggen. En dan onthaast. Ik heb wel eens het idee dat in de coronatijd we allemaal geleerd hebben om onze directe omgeving wat meer te waarderen. Dat je ineens dacht, dit is eigenlijk een leuk pad. Je ging wandelen, je liep elke dag hetzelfde rondje dicht bij huis. En ik heb wel eens de opmerking gehoord, je moet eigenlijk op vakantie gaan in je eigen stad. Want dan zie je ineens veel meer van die stad. Dus vaak racen we door zo'n stad heen en dan merk je helemaal niet op hoe mooi een gebouw dat eigenlijk is. Er is een hele tof Instagram-account waar dus allemaal van dit soort foto's uit Amsterdam. Heel vaak hebben ze van die bordjes op het huis, waarbij dan eens een soort tekening staat van wat dat huis is. Er is een Instagram-account die verzamelt allemaal dat soort foto's in Amsterdam. En die ziet het dus ook als een soort tocht door de stad heen. Ik heb zo'n boek gekocht, 100 publieke kunstwerken in Utrecht. Dan ga ik dus elke keer, zoek ik zo'n kunstwerk uit, ga ik er naartoe en ga ik er zitten bekijken. En elke keer als ik nu langs fiets, denk ik, oh ja, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat is die prachtige muurschildering die ik ontdekt heb. Super duurzaam natuurlijk. Je hoeft helemaal niet meer te vliegen naar je vakantieadres. Het is hartstikke groen, hartstikke duurzaam door gewoon met een andere mind je eigen stad te ontdekken. Of neem eens iemand mee die vervolgens jouw stad met jou gaat bekijken. En dan zul je zien dat je op een hele andere manier naar je stad gaat kijken. Nee, de kijkhobby hebben we genoemd, die hebben we ook al gehad. En dan het brein in rust. Dat is het laatste onderdeel wat ik heel graag wil vertellen. Omdat er een reden is waarom we jezelf soms een taak wil geven. Om naar de wereld te kijken en soms niet. Het brein in rust is super interessant omdat er een gedeelte in je brein actief wordt wat geassocieerd wordt met niets doen. En dat is het default netwerk. En het default netwerk is het gedeelte van je brein wat actief wordt als je iemand vraagt om niets te doen. Dit is de automatische piloot. U zit op de fiets naar uw werk en u bent in uw default netwerk. U bent de vaatwasser aan het uitruimen en u bent in uw default netwerk. U maakt een wandeling door de natuur zonder actieve taak, zonder iets in je werkgeheugen. En je bent in je default netwerk. En je zult zien dat het een andere hersengebieden zijn. De kleuren werken niet top hier, maar u ziet dat het andere gebieden zijn dan de gebieden die betrokken zijn bij de visuele aandacht. Dat betekent dat je dus grofweg in twee standen kunt zijn. Je bent of geconcentreerd, of je bent niets aan het doen in het default netwerk. Nou, dat niets doen bestaat natuurlijk niet. Dus wat gebeurt er dan in je brein? Dus je gaat dagdromen of mindwonderen. Je gedachten gaan alle kanten op. En dat is goed voor je concentratie. Je kunt je daarna beter concentreren. En ik kan ook zeker aanraden om vaak te dagdromen. Dus niet met een podcast op te luisteren als u aan het wandelen bent, maar gewoon vrij te zijn met uw gedachten. Echter, dat dagdromen is niet altijd even prettig. Dit is een science publicatie en die heeft als titel A Wandering Mind is an Unhappy Mind. En die hebben laten zien dat mensen, als je ze vraagt, is het prettig om te dagdromen, heel vaak als antwoord krijgen, nee. Mensen geven aan gelukkiger te zijn als ze bezig zijn met een taak, dan als ze bezig zijn met niets doen. En dat herken ik wel. Ik ben niet de meest vrolijke jongen op de fiets altijd. Ik ben een beetje bozig soms over mijn werk, over mijn relatie, over mijn kinderen. Een beetje bozig. Dat wat je soms kan hebben, of dat piekerige wat mensen soms hebben. Dat is volgens mij de reden waarom heel veel mensen als ze bij de kassa staan te wachten, hoppa, je biedt de telefoon erbij pakken. Want dan ben je natuurlijk uit je default netwerk. Je geeft jezelf een taak. Dus dat dagdromen, dat kan je eigenlijk tegenhouden om een lekkere lange wandeling te gaan maken die zo goed voor je is, of die zo goed is voor je stappen en die misschien zo ontspannend kan zijn. Dat is volgens mij de reden waarom veel mensen een kijkhobby nemen, zodat ze gewoon niet
in hun eigen gedachten zijn. En ik vind het dus ontspannend om op de fiets te zitten en mezelf een taak te geven. Dus te concentreren om de wereld om me heen, zodat ik niet de hele tijd in mijn hoofd zit. Herkent u dit? Ja. Het is namelijk, dit moet ik even testen, want dit is wat ik heel erg ervaar en wat ik denk wat klopt. U ervaart, u herkent het helemaal niet. Dat dagdroom is heerlijk, altijd positief. Oh, wat fijn. Ja. Ja, nou ja, dat is heel goed. Ik denk dat het ook zeker dat er een balans moet zijn. Dat is denk ik ook wat ik wel echt zou willen aanraden. Dus niet je altijd jezelf allerlei taken te geven. Maar dit kan ook een truc zijn als je eens een keer misschien niet zo goed in je vel zit. En je zit heel erg in je hoofd om eens uit het hoofd te gaan. En die wereld om je heen, want dat is de staat waarin ik me regelmatig bevond. Dat ik heel erg in mijn hoofd zat met mijn werk bezig en mijn carrière en weet ik veel wat. En dus een soort, ja, die wereld om me heen eigenlijk een beetje vergat. En door mezelf soms veel meer een taak te geven aan de buitenwereld, merkte ik dat ik de wereld om me heen steeds meer begon te waarderen. En op die manier dus eigenlijk ook wat minder in mijn hoofd zat en wat meer, ja, contact had met de wereld om me heen. We have to remember that what we observe is not nature herself, but nature exposed to our methods of questioning. Welke vraag je stelt aan de wereld om je heen, dat is het antwoord wat je zal krijgen. En volgens mij, dat hoop ik in ieder geval, als je dat dan doet en je kan die stand veel meer aanzetten, dan word je dus ook waarschijnlijk beter in observeren. En misschien dat je Wally een keer gaat vinden. Dank u wel. Precies een uur. Stefan, heel hartelijk dank voor jouw hallucinerende verhaal bijna. Fantastisch, inzichtvol. Dit zet je echt aan het nadenken, ook over je eigen waarneming natuurlijk. En ik heb dat van die fiets ook wel eens zelf gedaan. Dat ik tegen mezelf gezegd heb, ik ga nu alleen maar op autovelgen letten, ja, of zoiets, zoiets stoms. Ja. En het is fascinerend wat je dan ziet. Je wil die dingen normaal nooit ziet. Nee. En dan, maar ja, dat is een hele leuke experimenten komen hier ook uit voort uit deze lezing. En ik denk dat u allemaal ook wel het gevoel heeft dat een objectieve werkelijkheid, ja, niet bestaat. Hè. Ik vond dat heel mooi geïllustreerd aan de hand van dat draaiende poppetje. Dan krijg je ruzie met je buurman. Nee, gaat linksom, maar gaat rechtsom. En dan wat is het nou? Dus je hebt het ons niet alleen uitgelegd, maar ook echt laten ervaren. Ook dat geluidsfragment sprak wat dat betreft. Dat, ja, is een auditieve hallucinatie natuurlijk. Hè? Ik hoop dat je straks naar huis gaat en dan is het toch eens even anders naar die wereld om je heen kijkt. Van hey, inderdaad. Ja. Ik kan dus een andere schil van de werkelijkheid waarnemen door de waarneming, door de wereld om me heen een andere vraag te stellen. Ja, ja, dat, precies. Dan heb ik iets bereikt. Ja, ja, ja. Nee, ik denk dat wel zeker gaat lukken. Goed, over vragen gesproken. Er is natuurlijk nog gelegenheid om vragen te stellen aan Stefan. Ik ga eens even hier beginnen. Ga je gang. Ik heb een vraag. Dat gaat met name over een van de laatste sheets, waarbij je zei van je hebt een deel van je hersen die actief is met, ja, dagdromen en eentje die op automatische piloot staat. Dat doet me denken aan je hersenen werken op verschillende frequenties qua golven. Ja. Dan heb je alfa-golven en je hebt beta-golven. Is dat een beetje hetzelfde als wat hier is? Klein beetje, ja, klopt absoluut. Dus dit is inderdaad uitgelegd aan de hand van netwerken en hersengebieden. Maar je hebt helemaal gelijk, de hersenen werken ook door middel van golven. En we weten dat heel veel een dromerige staat, als je dus niet actief met je taak bezig bent, zie je veel meer alfa-golven. Dat zien we ook altijd met EEG-experimenten. Dan zien we het alfa toenemen en dan weten we de proefpersoon valt in slaap. En dan bonken we weer op de deur en is alfa direct weg, zullen we maar zeggen. Dus dat zorgt ervoor inderdaad dat mensen heel vaak gaan dagdromen, gaan wegdromen. En dan schiet je inderdaad in een staat en dat noemen we het default netwerk. En dat zorgt er dus voor dat je op de automatische piloot gaat kijken. En dat is dus niet wat ik zou zeggen active vision. Observeren is iets actiefs. En dan moet je dus eigenlijk inderdaad, zou je dus zo min mogelijk alfa-golven moeten hebben. Zodat je de focus houdt om de wereld te blijven observeren en dat vast te houden. Wat dus uiteindelijk concentratie is. Wacht even hoor, ik geef je even de microfoon. Ja, van beta weten we niet zo heel veel. We weten wel dat het geassocieerd is met aandacht. Ik denk dat we allemaal wel maar met elkaar eens kunnen zijn dat is waarschijnlijk dan de staat waarin je zit op het moment dat je geconcentreerd bent. Dan zul je dus minder alfa zien, maar meer beta, omdat je dus naar een andere band verschuift, zullen we maar zeggen. En beta wordt inderdaad geassocieerd met aandacht en alfa juist met dromen. Ja. Maar daar moeten we nog heel veel over leren hoor. Dit is allemaal nog vrij nieuw, maar volgens mij zit je goed met je interpretatie. Ik zie een heleboel handen, dat is leuk. Mooi. Ik ga even, jij was eerst volgens mij. Ga je gang. Ja, dit horende, ik vraag me dan gewoon af, hoe kunnen wij nog gebruik maken van getuigen?
Ja. Ja, hoe kunnen we gebruik maken van getuigen? Nou, goede vraag. Hele goede vraag. Probleem in rechtszaken, toch? Vertel eens. Er zijn in de rechtszaak ook altijd wel vaak psychologen aanwezig om dit soort dingen te bevragen. En dan krijg je dus vooral natuurlijk dat soort vragen over de mate van details die mensen rapporteren. Dat het dus ook wel eens ongeloofwaardig kan zijn wat iemand rapporteert. Omdat mensen dus weten, die waarneming is maar vrij beperkt. Dus je kunt uit die verklaringen wel redelijk wat halen. Als je psycholoog bent en je kijkt daar, je met rechtspsychologie, dus een aparte studierichting, dat je dan toch wel leert om dat soort getuigenverklaringen met elkaar te matchen. Maar het kan dus absoluut zijn dat twee getuigen een compleet andere versie van het verhaal vertellen, dat ze allebei hetzelfde hebben waargenomen. Dus dat betekent inderdaad ook, dat zullen jullie ook wel eens mee hebben gemaakt, als je met een vriend of vriendin in discussie bent, dat je zegt, we waren toch allebei bij hetzelfde? We hebben een compleet andere interpretatie. Maar dat maakt inderdaad, door te durven twijfelen aan je waarneming, word je eigenlijk al een rechtspsycholoog, omdat je dus op die manier dus ook naar dat soort verklaringen gaat krijgen. Het kan nog wel, maar dan moet je dus wel heel goed rekening houden. Als het te gedetailleerd is bijvoorbeeld, is het al een marker van, ja, dat zo'n geheugen hebben we eigenlijk helemaal niet. Maar dat is inderdaad een hele goede vraag en een studie op zich. Ja, en wat je zegt, geheugen speelt dan ook een heel belangrijke rol. Hè? Want ja. Het gaat om de waarneming, nou, die kan al verschillen tussen twee getuigen. Precies. En die is al beperkt. Vervolgens wordt dat onthouden, ja. Daar kunnen ook weer allerlei dingen misgaan. En dan moet nog worden opgehaald ook. Ja. En daar kan door de vraagstelling, die je aan de werkelijkheid vraagt, dus dat beïnvloedt ook de vraagstelling die je aan je geheugen vraagt. Dat zal ook weer beïnvloeden welk type je informatie uit de geheugen vraagt. Dus ondervraging is ook een hele belangrijke. Welke vraag stel je aan een getuige? Dat zal ook beïnvloeden welke type informatie er wordt opgehaald. Ja. Nou, dat geeft me aan hoe complex de wereld in elkaar zit. Mevrouw, u had ook een vraag. Nou, ik vraag me dan af, ik zit nog een beetje met dat dagdromen versus observeren. Soms heb je associatie nodig of creativiteit. En waar zit dat dan? Hè? Dagdromen. Dat zit in dagdromen. Dat zit in dagdromen. Dus dat is de reden waarom mensen zeggen, vervelen is goed voor je creativiteit. Daar doelen ze dan op die dagdroom staat, dat default net. Dus we weten dat mensen hele goede ideeën kunnen krijgen op het moment dat ze aan het dagdromen zijn. De beste ideeën ontstaan onder de douche, toch? De beste ideeën ontstaan op de fiets. Of de beste ideeën zijn, weet ik niet. Maar het is wel zo dat je creatief kunt zijn in twee standen. Of in volle focus, of in dagdromen. En er zijn theorieën die zeggen dat de type creativiteit tijdens dagdromen een andere is dan het type creativiteit tijdens focus. Dat is moeilijk te bewijzen, maar ik vind het een interessante gedachte, omdat je dus ook ziet, je ziet ook een hele andere breinactiviteit. Dus het is niet heel raar om te denken dat de creatieve oplossingen die je tijdens dagdromen krijgt, van een andere staat zijn, andere nature, zeg maar, andere eigenschappen hebben dan de creativiteit tijdens focus. Dus mijn creativiteit is ook belangrijk om genoeg te dagdromen. Ja, en schrijvers, kunstenaars, die spelen daar natuurlijk mee. Hè? Die weten dat waarschijnlijk van zichzelf. Maken lange wandelingen. In jouw boek staat ook hoe Harry Mulisch de dag begint. Ja, misschien kleedt zich altijd perfect aan. Hè? En altijd in het pak, altijd bepaalde handelingen. Ja. Beethoven deed 60 bonen tellen voordat hij aan zijn dag begon. Of Mozart, dat weet ik even niet meer. Maar in ieder geval, dat zijn allemaal rituelen die mensen hebben. Om dus inderdaad jezelf klaar te maken voor een dag. En veel wandelingen in de natuur. Dat is niet voor niks. Ja. Ga je gang. Ja, ik heb nu ineens twee vragen, want ik wil nog even hierop reageren. En ik denk namelijk dat het verschil vooral zit in, als je aan het dagdromen bent, dan ben je veel meer aan het vrij associëren, veel meer aan het, ik ben even het juiste woord kwijt. Vrij associëren, dagdromen. Ja, dus, maar ik bedoel, ik zoek eventjes het bedrijfskundige woord. Men moet een nieuw idee hebben en men gaat gewoon spuien, dat woord. Brainstormen. Dank je. Precies. En je bent veel vrijer in je brainstormen als je een dagdromer bent dan als je gefocust ergens mee bent. Want dan ben je stiekem heel vaak toch al bezig met dit kan eigenlijk niet. Ja, je zit in een tunnel. Je zit dan vaak in een tunnel. Ja. Dan zit je inderdaad, je zou kunnen zeggen dat je band een stuk narrower is tijdens focus. Tijdens dagdromen is het. Ja. Oh, ik vind het brainstormen eigenlijk wel een mooie. Want het is dus ook eigenlijk zegt het wel mooi wat er ook tijdens dat dagdromen gebeurt. Hè? Je gaat van de ene kant naar de andere kant. Je denkt aan gisteren, je denkt aan vroeger. Het gaat maar door van de ene kant naar de andere kant. Voor sommige mensen is dat vervelend. Maar soms kan dat ook fantastische creatieve oplossingen met zich meebrengen. Mijn eigenlijke vraag was eigenlijk, observeren kun je leren, denk het ook. Maar in hoeverre moet het je dan ook echt boeien? Ik hou wel van schilderijen, dus ik vind het geen enkel probleem om ze te leren observeren. Maar stel, ik had er een gigantische pesthekel aan, maar ik zou het toch eens willen proberen. Zou ik het dan kunnen?
Dat denk ik dus niet, omdat observeren is concentreren. En op het moment dat je iets niet interessant vindt, verlies je concentratie te makkelijk. Dus dat fascinatie voor dat beeld, dat die term is me heel erg blijven hangen, omdat dat dus verklaart waarom je dus de concentratie kan opbrengen om zo lang te blijven kijken. Dus toch het voorbeeld van de vogeltjes weer. Ja, ik denk dat ik veel eerder zou stoppen en al begint te dagdromen op het moment dat ik naar vogeltjes moet kijken, omdat het me minder boeit dan misschien een mooie schilderij of een vinylcollectie, zomaar zeggen. Dus je moet een bepaalde fascinatie hebben, anders lukt het je niet, net zoals het je niet lukt om een boek te lezen wat je niet interessant vindt. Op een gegeven moment gaan je ogen over de tekst heen, maar er komt helemaal niks meer binnen. Ja. Wat dat betreft was het ook mooi dat je Hans Aarsman even aan het woord liet. Want ja. Die is totaal geobsedeerd door beeld natuurlijk. Ja. Die moet dat bevatten, die is zo gemotiveerd om dat te bekijken. En daarom haalt hij er zoveel uit natuurlijk. Dus dat blijven hangt. Kijken, ja. Blijf ja. jezelf bevragen. Niet ja. tevreden zijn met je eerste interpretatie, nee. maar doorgaan. Ja. Oké, we gaan even verder. Ik heb een vraagje over kijkhobby's. Want heel veel Nederlanders die kijken natuurlijk televisie en doen ook videogames. Ja. Zijn dat dan ook geen kijkhobby's? Want dat heb je helemaal niet genoemd. Nee, ga ik even over nadenken dan. Het zijn absoluut kijkhobby's. Alleen het is misschien. Weet je, dat is een goede vraag hoor. Laat me even over nadenken. Ik denk het nadeel is van het kijken naar televisie of naar games, is dat het eigenlijk niet meer geïnterpreteerd hoeft te worden. Dus het is niet een schil die. Kijk, natuurlijk kan je naar televisie kijken, je kan er ook naast kijken, dat is flauw. Weet je, dus wat dat betreft is het kijken naar televisie vereist minder van jezelf dat je zelf een opdracht geeft. En dat is denk ik waarom kijken naar de televisie ik niet in eerste instantie aan dacht. Omdat je eigenlijk niet goed in staat bent om iets anders te doen. Terwijl als je natuur wandelt, kun je keuze maken. Ik sprak een fotograaf en die zei, eerst was ik gefocust op vogels. En nu ben ik gefocust veel meer op slangen en zo. En hij zei, nu zie ik ineens geen vogels meer. Dus hij heeft hetzelfde wandeling, maar hij ziet nu een andere schil van de wereld. Dat is denk ik wat een kijkhobby met zich meebrengt. En dat heeft televisie misschien wat minder. Het is niet zo dat je met een andere mindset een andere versie van de werkelijkheid kunt creëren. Maar laat me hierover nadenken, want ik vind het wel een hele goede vraag. Maar snap je hem of ben je het met me eens of niet? Videogames, dat zorgt toch wel heel erg voor concentratie, zeg maar. Het is absoluut concentratie. Want als je niet geconcentreerd bent, dan lukt het natuurlijk meteen. Nee, het is, en televisie ook. Het is absoluut een taak die concentratie vereist. Maar dan moet ik het denk ik toch op die mindset gooien. Op het schil van hoe je naar de wereld kijkt. Maar laat me erover nadenken. Misschien heb je hartstikke gelijk en is het ook gewoon een kijkhobby. Maar goede vraag. Ja. Mooi, leuk. Ja. Ik kom zo bij jou. Ik kijk eerst even of er nog andere mensen zijn. Ja, ik ga even naar boven en dan kom ik zo weer beneden terug. Even kijken hoor, hoe kom ik daar? Geconcentreerd door de zaal lopen, anders kukkel ik hier van mijn trapje af. Maar ik ben er, ga je gang. In je hoofd zitten is goed, dan heb je jezelf een taak gegeven. Ja. Maar je hoort tegenwoordig met alle werkdruk, altijd in je hoofd zitten is niet goed, ga mediteren. Ja. Dan ga je dus naar je default state. Nee, mediteren is concentratie. Is dat wel concentratie? Ja. Hoe zou je zeggen, waar gaat dan de heilzame werking, tenminste de voorgestelde werkzame heilzame werking vanuit? Goeie vraag. Meditatie is concentratie, omdat je ergens je aandacht op moet richten. Dat is concentratie. En dan merk je dat je aandacht weggaat, moet je aandacht terugbrengen. Dus meditatie is keihard werken, omdat je aandacht ergens bij moet houden. Het is een actieve taak. Als je dus niets gaat doen, dan stopt het meditatie ook. Nou, waarom werkt dat? Waarom heeft dat een heilzame werking, zoals je het goed beschrijft? Is dat het idee is dat het je dus super bewust maakt van afleiding. Dus je zou kunnen zeggen dat mindfulness concentratie is, maar dan teruggebracht tot zijn essentie, zomaar zeggen. Dus word je heel bewust van wat het betekent om je taak vast te moeten houden, heel moeilijk, omdat je steeds interne afleiding hebt en externe afleiding. Dus je wordt je heel bewust van, oké, ik moet hem weer terugbrengen. Dus mensen zeggen wel eens, in mijn pauze mediteer ik wel eens. Volgens mij heb je dat niet goed begrepen, omdat het niet hetzelfde is als een pauze. Het is wel ontspannend, maar dat is een boek lezen ook. Maar het is dus niet hetzelfde als de default state, maar het is een actieve taak die je moet proberen vast te houden. En juist dus heel moeilijk is. Heel veel mensen zeggen, mindfulness is niks voor mij, want ik kan het niet. Dan is het precies wat voor jou, is mijn antwoord dan altijd. Ja. Oeps, nee, dat is een goeie. Ik dacht ook dat ik het niet kan, maar ik ga me daar eens even toch doen. In verdiepen. Ga je gang. Met speedreading moet je toch ook heel erg observeren. Is dat door
observeren beter te leren, kun je dan ook beter speedreaden? Ik denk dat dat een taak op zich is. Dus ik denk dat dat ook een observeertaak is met bepaalde strategie die je ontwikkelt om te kijken. En ik denk dat het dus inderdaad ook is dat je dat kunt doen. Dat betekent niet dat als je goed naar kunst leert kijken, dat je ook leert speedreading. Je moet het dus echt binnen dat domein trainen. Ook niet als je daar goed in wordt, dat je beter wordt in iets anders. Je traint heel erg een domein. En ik denk dat speedreading een mooi voorbeeld weer is van een kijkstrategie, net zoals eigenlijk autorijden, wat ook een kijkstrategie ontwikkeld is, wat je iedereen in principe kan leren. Dus ja, ook een mooi voorbeeld. Ja. Steven, even een vraag hoor. Ik moet even denken aan die mevrouw die naar die scans kijkt, hè, van ja, lichamen en op zoek is naar tumoren. Tegenwoordig is er natuurlijk ook software, er zijn computerprogramma's die heel snel dat kunnen interpreteren. De makers van dat soort software, hebben die ook profijt van jouw onderzoek, van hoe je waarneemt, hè, want die programma's moeten natuurlijk ook slim ontworpen worden, zodat ze zoveel mogelijk zien. Kan je daar iets over vertellen? Ja, we weten dat er in het kijken van radiologen verschillende strategieën zijn. Dus je hebt mensen, dat zijn drillers. Die pakken één plek en die gaan dan, zeg maar, die zoeken al die scans precies op die plek op. En je hebt scanners die gewoon elke scan onafhankelijk van elkaar bekijken. En we weten uit studies dat drillen beter is dan scannen. Dus dat zijn inderdaad manieren waar je dus kunt leren over welke kijkstrategieën binnen mensen het beste werkt. Ja. En die kunnen dat soort software dus ook zeker voeden. Ja, ja precies. Nee, want jouw onderzoek lijkt me zeer waardevol voor dat soort systemen. Zeker. Ja, oké. Meneer. U hebt nogal wat relativeert de manier waarop wij je waarnemen. Maar er was in al van het verleden sprake van mensen met een fotografisch geheugen. Ja. Die dus, nou ja, de echte situatie zien en kunnen onthouden. Ja, weet je, dat is een hele goede vraag. Want daar weten we eigenlijk heel weinig over. En ik zal me daar toch weer eens wat meer in verdiepen. Maar ik kom zelf nooit studies tegen van mensen die een fotografisch geheugen hebben en wat dat dan zou betekenen. De enige voorbeelden die ik ken, dat zijn van die idiot savant. Dat zijn mensen die heel goed zijn in één taak. Maar die hebben dan wel heel veel problemen vaak met andere taken, zoals sociale interacties of geheugen of andere type geheugens. Dus ja, er zijn mensen die extreem goed visueel geheugen hebben voor de wereld om hen heen. Maar dat zijn, denk ik, uitzonderingen. En dat gaat wel altijd ten koste van andere cognitieve functies. Maar dat zijn wel weer de extreme. Die verhalen ken ik wel. Ik weet eigenlijk niet zo heel veel over fotografisch geheugen. Dus daar moet ik me nog in verdiepen. Maar goede vraag. Dus ik hoor het ook veel. En ik denk dat ik die vraag meer ga krijgen als ik hierover ga spreken. Dus dan moet ik daar een antwoord op hebben. Maar dat heb ik nu niet paraat. Ja. Dank u wel. Leuk. Nee, maar dit voedt jou wel met allerlei vragen. Ja, dat is waarom ik je sta. Geweldig. Ja. Nee, mooi. Ja. Geven. Ja, ik wil nog even reageren op die discussie over tv en videogames. Ja. Ik denk dat het hele grote verschil is dat je bij tv gewoon je lichaam verder helemaal niet gebruikt. Nee, je zit stil. Ja, je zit stil. Ja. Het enige wat je doet is kijken en luisteren. Terwijl je bij een videogame heb je veel meer interactie. Dus ik denk dat daar het observeren sowieso al een heel andere manier van observeren is dan naar de tv staren. Want dat is het eigenlijk. Het is eigenlijk een beetje luchtverkeersleiding. Hè? Die zit ook een soort game te spelen. Dan extreem moeilijk. Dus ik denk dat dat de link is inderdaad. Dat tv kijken is passief. En videogames kijken is zoals de luchtverkeersleiding. Dus dat is misschien een goede link. Dankjewel. Ja, we gaan even verder hier. Ik vroeg me af, is er een soort concentratiebudget wat ik op een dag heb? Dus als ik op de fiets heb gezeten en ik heb mezelf allemaal die taken gegeven. Ja. En dan kom ik op mijn werk aan en dan kan ik het eerste mailtje niet meer begrijpen bijvoorbeeld. Precies, ik denk dat het niet de ideale manier is om je voor te rijden op je werkzaamheden. Omdat je maar een beperkte hoeveelheid concentratie op een dag hebt. En dat dagdromen is dus belangrijk om je concentratie op te laden. Dus ik zal het je niet aanraden om voor een tentamen enorm te gaan lopen focussen op de wereld om je heen. Maar dan zou ik dagdromen aanraden. Maar een lange wandeling in de natuur, op een vakantie, dan is het denk ik wel goed om eens even die andere stand aan te zetten. Dus puur afhankelijk van de dag of moment waarin je zit, kun je denk ik voor een van de twee standen kiezen. Maar ik vind het heel fijn dat we het eigenlijk al met z'n allen eens zijn. Het zijn de standen die je aan en uit kunt zetten. Dat concept lijkt te vallen. Dan denk ik dat je heel goed kunt gaan nadenken van welke stand zet ik nu aan, afhankelijk van de dag die je hebt. Maar dit zou... Nee, naar je werk zou ik het niet doen. Nee. Nee. Nee, als je heel bozig bent, dan denk ik misschien, nou wacht even, ik ga uit en ik ga naar velgen kijken van auto's. Ja. Ja, maar je zei ook het heel interessant over de luchtverkeersleiders. Die hebben een soort concentratiespier die ze ook na de vakantie dan weer een beetje op gang moeten krijgen. Dus dat suggereert ook wel dat je het kunt trainen. Stel dat jij dan toch iedere ochtend naar autovelgen gaat kijken, ik noem maar wat. En je traint dat, dan word je op een gegeven moment beter daarin. Wordt en dan, beter. Dan kan je meer aan. Maar de verkeersleiders gaan wel naar huis na 2 keer 2 uur. Hè?
Ja, helemaal dus, uitgeput. Er zit wel uiteindelijk een max aan hoeveelheid je kunt concentreren. Dat betekent wel dat je weer kunt opladen. Maar daar zou je dat dagdromen voor nodig hebben. En ja, ik merkte dat ik bij mezelf een paar weken, een paar maanden geleden moest corrigeren. Omdat ik dus minder dagdroomde door mijn verslaving aan podcasts. Die we volgens mij allemaal een beetje hebben langzamerhand. Waardoor ik te veel actief aan het luisteren was. En daardoor minder momenten had waarop er daadwerkelijk niks gebeurt. Dus ik was onderweg naar deze lezing. Ik zat weer naar de podcast. En ik zei, nee, ik moet straks een lezing geven. Ja. Gewoon even radio. Waar ik dus niet de hele tijd actief naar hoef te luisteren. Nee, precies. Ja, dus dan is dat toch goed. Nee, maar goed om daar ook mee bezig te zijn bewust. En daar een balans in te vinden. Keuze maak je. Ja. Want ik denk dat een heleboel mensen die keus überhaupt niet maken. En pas vandaag wel, hopelijk. Te laat. Ja, nu, nou, vandaag wel. Nee, maar nu wel. Maar dat daarvoor gedachteloos deden. En dan ik had eigenlijk beter toch even muziek kunnen luisteren. En dan was ik wat minder moe geweest. Ja. Goed. Ja, nog even op dit onderwerp doorgaat. Er is een productietechniek, zeg maar, om zelf productief te zijn. Die heet de Pomodoro-techniek. Ja. Dan ben je 25 minuten geconcentreerd en dan 5 minuten pauze. En onder Pomodoro-gebruikers, zeg maar, is het maximaal aantal pomodoro's wat je op een dag kan doen 6. 6. Oh ja. Of 8. Maar dus niet 8 uur werken, want het zouden er 16 zijn, maar dat haalt nooit iemand. Nee. Ik vind de Pomodoro-techniek hartstikke mooi. Kun je iets meer vertellen over die Pomodoro? Pomodoro-techniek zet de kookwekker 25 minuten. En die 25 minuten die bewaak je ook. Pure focus. En na 25 minuten stopt de kookwekker en dan moet je 5 minuten pauze houden. En dan kun je ervoor kiezen om weer een nieuwe kookwekker te zetten. Ik vind het een mooie techniek. Ik heb er wel vragen over. Namelijk dat ik niet weet waar die 25 minuten op gebaseerd. Ik vind de praktijk, zeg maar, de theorie erachter heel mooi. Maar ik weet niet waar die 25 minuten op gebaseerd is. En ik denk altijd vroeger terug aan de RSI-software. Kent u dat nog? Dat hadden we dan geïnstalleerd op je computer. En dan had zij dat 25 minuten stoppen. En dat hadden we allemaal direct gedeïnstalleerd na 2 dagen. Omdat je dacht, dit wil je niet. Dus ik heb wel zoiets van, als ik er lekker in zit, dan wil ik langer werken dan 25 minuten. Want jouw 25 minuten is niet mijn 25 minuten. Dus ik vind het principe prachtig. En inderdaad, er zit een limiet aan. Maar ik zou lekker doorgaan als je goed in de flow zit. Dan zou ik de Pomodori wegdoen en dan pauze gaan nemen als je begint. Maar goed, dat is. Maar als het voor mensen goed werkt, is het fantastisch. Nogmaals, het afwisselen van focus en pauze is een hele mooie manier om een dag in te delen. Ja. Nou, leuk. Ik heb nog nooit gehoord van deze Pomodori techniek, maar leuk. Ik ben een keer bij een hypnose geweest waarbij een virtueel scherm werd opgerold. Met als gevolg dat de gehypnotiseerde persoon er niet meer doorheen kon kijken. Heeft dat iets met echt observeren te maken? Ja, het is hallucineren. Dus nog een onderwerp waar ik me in verdiept heb door veel vragen. Want het is omdat ik dacht, ja, dat moet ik dan ook wel over weten. Wat is dat dan? Helaas weinig studies. Echte goede wetenschappelijke studies. Je komt in een rare tijdschriften terecht. Enige wat je lijkt te suggereren is dat het default-netwerk waar ik het over had, lijkt dan minder actief te zijn. Net zoals bij slaap en ook onder psychedelica. Dus je default-netwerk verdwijnt grotendeels. De activiteit daarin, zeg maar. Dus je krijgt dan een soort chaotisch brein. Hetzelfde wat je hebt tijdens dromen. En hetzelfde wat je hebt in de psychiatrische, als je een psychiatrische aandoening hebt, waar hallucinaties plaatsvinden. Altijd geassocieerd met een verlaging van het default-netwerk. Dus je bent en niet aan het focussen en je bent ook niet meer aan dagdromen. Dat brein raakt dus een beetje, wordt chaotisch, gaat chaotisch vuren. En het lijkt inderdaad dat ook dat soort technieken ervoor zorgen dat het default-netwerk verlaagd wordt. Waardoor je dus inderdaad ontvankelijker wordt voor hallucinaties die niet kloppen met de werkelijkheid. Kun je in dit verband nog iets meer vertellen over jouw eigen trip? Wat heb jij precies? YouTube uit. Nee. Ja, we knippen het wel uit. Maar wat heb jij precies genomen en wat was het resultaat? Truffels tot mij genomen in een hele gecontroleerde setting. Ja? Dus het was echt was super. Het was echt, ik heb er heel goed voorbereid, goed over nagedacht. En dat wil ik ook altijd duidelijk maken als mensen dit proberen. Het is geen partydruk. Maar het is wel iets wat je in geheel gecontroleerde omstandigheden volgens mij vrijwel zo zeker veilig is. Als je geen last hebt van psychiatrische aandoeningen of andere problematiek. Waar je denkt dat je ontvankelijk bent voor allerlei psychoses. Nou, ik heb dat bedacht dat ik dat niet heb. En dat is gelukkig ook niet gebeurd. Het is heel visueel van aard. En je wordt je heel erg bewust van de relativiteit van je ego. Dus ik was inderdaad in een staat van dat ik geen ego meer had. En ik heb eens ervaren wat er gebeurt als het default-netwerk niet meer actief is. Dus dat dagdromen en de contacten met de realiteit, waar het default-netwerk eigenlijk voor zorgt als je dus geen actieve taak hebt, dat was weg. En dan kom je dus in een droomachtige staat terecht. En dromen komt het dichtst bij. Mm-hmm. Alleen je bent wat alerter en er zitten
toch ook vaak wel wat lessen in die je ook kunt onthouden, die in dromen misschien ook zitten. Maar die vergeet je zo snel. En dit is het voordeel dat hier wel gebeurtenissen in zitten die je redelijk goed kunt vasthouden. En die je dus wel wat kunnen vertellen over de relativiteit van de wereld om je heen. En dat je ego dus ook maar gewoon een spinsel is wat je brein met je uithaalt. En dat is volgens mij de reden waarom het zo'n therapeutische werking heeft. Omdat je heel bewust wordt van dat ego van mij, dat is ook maar dat is niet een vaststaand iets. Dat kan ik ook even kwijt zijn. Ja, en dat is natuurlijk beangstigend als je dat altijd hebt, zoals in psychiatrie. Ja, ja. Maar tijdelijk kan dat best interessant zijn. Oké, en dat visuele, wat zag jij dan? Dat is toch de standaard zaken die mensen verwachten dat je ziet. Die zijn niet op niks gebaseerd natuurlijk. Mm-hmm. Dus het is de normale Space Odyssey-achtige trip. Daar kon ik me wel mee. Zo zou ik het ook wel omschrijven. Die kwam je wel tegen. Ja. Ja, ja. Oké, nou, mooi om dit te horen. En ook interessant om te zien hoe jij dat als wetenschapper benadert. Ja, Deze trip. Even kijken, hier is nog een vraag en dan gaan we bijna weer afronden. Ga je gang. Ik vond het heel interessant om te horen dat je het kan aanzetten, de focus op de wereld om je heen. Want ik herken dat namelijk andersom. Dus ik ben benieuwd of meerdere mensen dat dan hebben. Vertel. Ik heb het idee dat ik eigenlijk altijd heel erg gefocust ben op de wereld om me heen. En dat ik dat soms juist moet uitzetten. Bijvoorbeeld als ik aan het wandelen ben, dan ben ik alleen maar gefocust. Niet alleen omdat ik een fascinatie heb voor vogels, maar op de vogels en op de ondergaande zon. En op een bepaalde boom die ik mooi vind. En soms een beetje tot irritant aan toe. Want ook onderweg, bijvoorbeeld op mijn fietsroute die ik zoveel keer per week fiets. Soms kan ik echt wel 5 keer stoppen onderweg. Omdat ik denk, oh, dit vind ik echt heel mooi. Of... Maar is het altijd natuurgedreven? Heb je het ook in een stad? Heb ik ook in een stad, ja. Okay. Ook bij mensen, ook als ik in een trein zit, dan kan ik helemaal gefascineerd zijn door hoe iemand eruit ziet. En ik schrijf elke ochtend morning pages. Ik weet niet of je dat wat zegt. Ja. Maar dan moet je juist focussen op wat er in je hoofd omgaat, wanneer je dus niks aan het doen bent. En dan ben ik ook, als ik teruglees, dan zie ik dat ik altijd gefocust ben op wat ik zie of wat ik waarneem. Lijkt me heel vermoeiend. Voor mij voelt het dus als ontspanning. Ja, ontspanning, maar dat is wat anders dan. Want een boek lezen is ook ontspannend, ja. Maar is wel nog steeds concentratie. Dus het doet wel een beroep op je concentratievermogen. Ja. Dus ontspanning is wat anders voor mij dan, dan pauze en dan rust nemen. Ja. Ja, het voelt niet als vermoeiend. Okay. Het voelt ook niet alsof ik daar dan extra focus op heb, maar... En juist. Heb jij focus? Sorry dat ik in het begin zit. Maar we gaan zo stoppen. Maar heb je ook dat op met een boek? Kun jij überhaupt goed focussen? Of is het vooral... Nee. Dus een boek lezen vind je moeilijker? Als of een tekst schrijven? Of... Ik ben wel heel snel afgeleid, dat klopt. Ja. Grappig. Dus bij jou lijkt het concentreren dus vooral de setting te zijn als je buiten bent. Op het moment dat je op een taak moet richten, zoals studeren of lezen of schrijven... dat voor jou moeilijk is. Dan zie je toch inderdaad dat je brein kan niet alles de hele tijd maar geconcentreerd. Dus dat heeft echt met jouw fascinatie, denk ik, te maken voor de buitenwereld. Die zit nu ook achter een camera, dus blijkbaar is het visuele, doe je daar ook wat mee. Ja. Dus het laat heel erg zien dat jouw default settings misschien dan anders zijn dan die van mij. Okay, dat betekent dat jij gaat dagdromen op het moment dat je gaat lezen, terwijl ik naar dagdromen als ik met dat ik naar buiten ga en de natuur een beetje om me heen negeer. Dus de individuele verschillen, dat is denk ik heel mooi om te merken. Maar mooi voorbeeld, dankjewel. Mooi, dankjewel. Nog één slotvraag, Stefan. Die zat al een tijdje in mijn hoofd. De invloed van geluid en muziek op wat we zien. Ja. Ik had een keer, Victor Mits liet dat een keer zien op tv. Die had een groep mensen, die liet hij naar een film kijken. En de ene groep kreeg een hoofdtelefoon op met horrormuziek. Ja. En de andere groep, die zag exact hetzelfde filmpje, romantische muziek. En die hebben een totaal ander verhaal. Absoluut. Ja. Dus dat observeren, dat wordt dus dat kijken van die ogen wordt dus ook niet alleen door wat je denkt, maar ook wat je hoort. Zeker. Muziek, dat soort dingen, dat heeft ook een grote impact. Ja, nee, ik heb ook met componisten, of met dirigent gesproken, een van de beste dirigenten van Nederland. En die heeft me eigenlijk, om juist dat verhaal ook, dat visuele, wat verder te trekken naar het auditieve. Uh-huh. Daar kwam eigenlijk grotendeels dezelfde zaken uit, hè, dat je... Dus inderdaad, dit is een multimodaal verhaal. Het is nu heel visueel geweest, maar absoluut. Dat al je zintuigen spelen hierbij een rol. Fantastisch. Ja. Mooi, mooi, mooi. We moeten helaas afronden. Stefan is natuurlijk nog even hier om boeken aan u te verkopen en te signeren. Dus
Kom die vooral bekijken. Ik doe even een paar samenvattende zinnetjes, als je het goed vindt. Geen toegang tot de objectieve werkelijkheid. Daar hebben we een aantal prachtige voorbeelden van bekeken. Met z'n allen die heel verwarrend zijn. En dingen die niet stilstaan, die toch stilstaan. Dat brengt ons allen in verwarring. Twijfelt u nog aan het feit dat er geen objectieve werkelijkheid is? Neemt u dan vooral een joint of een paddo? Wat een truffel had jij? Dan komt dat nog duidelijker naar voren. Onthaast. Neem de tijd om dingen rustig te bekijken. Neem een kijkhobby, dat vind ik mooi. Dat is ontspannen, maar leert je ook beter observeren. En geef jezelf af en toe actief zo'n taak. Dat is ook echt heel erg leuk om te doen. Dus als je in de auto zit, let op rode auto's. Ik noem maar wat, dat soort maffe taken. Dan snap je ook, dan zie je opeens alleen maar rode auto's die je daarvoor nooit zag. Stefan, ik wil jou heel hartelijk danken voor jouw fascinerend verhaal. En u allen veel plezier met het observeren van onze mooie wereld. En tot de volgende keer. Tot ziens. APPLAUS